Jawel. Daar <laughs> zit hij. De rots in de branding. De rots in de branding. Van GameKings. Ja, ja, ja. Je, je. Ik zet even het microfoontje goed. Ja, hoe is ben het? Niet? Ja, sorry. Hoe is het? Uh, ja. Ja, 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 ik moet zeggen, niet, niet slecht. Niet slecht, niet slecht. Nee, ja, ik, ik moet wel eerlijk zeggen, maar dat geldt bijna voor iedereen bij ons. Dat iedereen zit een beetje aan het eind van, uh, van zijn Latijn, Grieks, uh, wat het ook is. Uh, behalve jij natuurlijk, want je bent op vakantie geweest. Uh, dus iedereen is uh, snotterig, verkouden, grieperig, Maakt allemaal niet uit. En uh, ik merk ook wel dat mijn energielevel nu aan het eind van het jaar wel wat lager is. Dat ik er soms een beetje uh, zo van uh, boeien heb, weet je wel. En dat is eigenlijk moet je dat niet hebben, vind ik. Maar ja. Gewoon... Normaal? Heb je dat normaal altijd? Of heb je dat nu? dit jaar? Nee, ik, ik merk wel echt dat ik klaar ben met even gewoon, het is gewoon elke dag, ja weet je wel, opstaan, bedenken wat ga je doen, itemtjes opnemen, uh, wat, wat, wat sales dingetjes doen, wat mailtjes doen, en dat doe je eigenlijk gewoon bijna elke dag, want ik in principe, in het weekend check ik ook altijd wel even dingen. Omdat ik het persoonlijk heel vervelend vind als mensen heel lang op antwoord moeten wachten. Of juist in het weekend kun ik dingen voorbereiden. Dus ik ga gewoon eigenlijk door en alleen in de zomer neem ik dan uh, twee wekens vakantie. Tien dagen, uh, ja, precies. En dan merk je wel van dat nu de tank een beetje leeg is. Omdat. De uh, laatste maanden zijn vrij zwaar geweest. Ook, ook met de DSA erbij. Uh, klein team. Uh, um, we hebben veel gedaan. Uh, soms ook wat. Te veel hooi op de vork, nieuwe mensen erbij. Um, ja, ik denk, ik denk dat mensen dat soms niet altijd zien. En dat, dat, en dat moeten ze ook niet zien. Want het is het van. Ja, wat hebben zij ermee te maken? Het is meer de druk die we onszelf opleggen. Um, ja, want we hoeven natuurlijk bijvoorbeeld niet een deadstream of words naast GameKings te doen. Nee, nee, nee. Ja, we zijn er ooit mee begonnen. Kijk, ja, bedoel, moeten, moeten, moeten wel, moeten niet. Uh, uiteindelijk gaat het ook een beetje om geld verdienen. En uh, uh, daar kunnen we geld mee verdienen. Uh, en dat is belangrijk, want je wil het bedrijf door blijven, uh, door blijven gaan. Uh, dat is misschien een wat meer commercieel product. Uh, dat geeft ons hè, de inkomsten die we hebben. Juist ja, wat meer ruimte ook bij de Game Kings weer de dingen te die doen. Die we, doen uh, die we willen doen. Um, maar ja, het is gewoon pittig. En het lullige is van. Um, ja, jij ging op vakantie precies op dat moment. Maar kunt, feitelijk is het bij ons bijna nooit de ruimte om op vakantie te gaan. Dat is nee. het kutte ervan. Nee, daarom heb ik op een gegeven moment letterlijk bedacht van ja, nee, nu. Want ik was ook afhankelijk van mijn broertje en mijn zusje mijn beschikbaarheid. Ja. Dus nu had ik zoiets van ja, crap. Het kan eigenlijk nooit, maar nu moest het even of zo. Nee, Net nee als ja, bij maar... jou denk ik het moet, omdat jou, jouw tank is ook leeg. Uh, ja, ik heb mijn vriendin die werkt in een groter bedrijf. En, en uh, die doet met tien uh, dames en heren doet een bepaalde taak. Waarbij zij heel goed met elkaar kunnen afspreken. Uh, Oké, okay, ik ga dan op vakantie, ik ga dan op vakantie, ik ga dan op vakantie. Is er eentje ziek, dan doet anders werk je erbij. Bij ons is er één iemand ziek dan pleurt eigenlijk meteen uh, uh, niet de hele boel in elkaar. Maar ik bedoel, iedereen doet een essentieel iets. Het is, het is niet, we hebben niet twee vormgevers. We hebben niet twee redacteuren. We hebben niet twee marketeers. We hebben niet twee social media mensen. We hebben er overal een helft van, als het ware. Want we doen heel veel dingen tegelijk. Dus als ja. één iemand ziek is of één iemand gaat op vakantie... of één iemand whatever, um, ja dan heb je meteen een, een uitdaging. En uh, over het algemeen... Ja, vinden we altijd een oplossing. Want iedereen uh, doet gewoon meer zijn best dan eigenlijk zou. zou uh, uh, ja, niet zou moeten, maar wat je van hem kan verwachten. Maar dit was wel echt heel, heel pittig. Uh, uh, en um, ja, dan merk je gewoon op een gegeven moment dat, dat, dat. Het is gewoon even klaar. Je moet even resetten. Eventjes gewoon een week uh, helemaal niks doen en dan weer aan het, aan het, aan het nieuwe jaar beginnen. Wat in principe ook wel gaat gebeuren als het goed is zometeen. Ja, nee, nee absoluut. Nee, dat, dat is het van... Uh, en, en we doen het echt zelden dat, dat we zeggen van... Oké, okay, een week lang uh, doen we even uh, niks. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor, voor ons nieuwe kantoor. Heel veel mensen... Uh, yeah, als je het over het internet hebt... Wat natuurlijk een van, de, van onze pijnpunten is uh, dit jaar. En normaal dat, dat, dat is dat tergend. En uh, dat mag iedereen weten. Dat we ons daar feitelijk een beetje kapot voor schamen. Maar het, het ding is van... We zijn verhuisd dit jaar. En... Vanaf dag twee of drie, laat ik het zo zeggen, is er content gemaakt. Het ja. is neergezet. Uh, Ruben heeft er omheen geklust. Het moest altijd moest de content worden gemaakt. Ik. En jij ook? Ja, precies. Al oh, aan het begin. En jij, aan het begin... Heb, heb ik de hele studio uh, gedaan. En op een gegeven moment, inderdaad, zijn er wat dingen vernieuwd. Ja. Exact. Een normaal bedrijf die zegt gewoon: we gaan verhuizen, we gaan een maand dicht, weet je wel? Uh, en dan wordt alles netjes helemaal op orde gemaakt. En, uh, maar die tijd hebben we niet. Omdat, kijk, een weekje content vooruit maken is oké. Okay. Maar twee of drie weken, ja, op een gegeven moment, bedoel de brieven maandag, het einde van de week, de gk journaals Ik bedoel, de, het, het hoort erbij. Weet je wel, de dagelijks contact met je community. Dat maakt Gametings zo leuk. Dus dat, daar maken we het onszelf fucking moeilijk mee. Want op het moment als er dan zo'n zo probleem is met internet, wat. Ergens in het netwerk zit waar allemaal kabels, whatever. Uh, ja, dan moet je eigenlijk zeggen, oké, okay, we gaan alles eruit halen. Of er komt iemand bij, en die gaat er een hele dag. Mee aan, die tijd je hebt je dus een niet. netwerkbeheerder of iets dergelijks nodig. Die hebben we maar ook hebben niet, we niet nee. Nee. Nou, nee dus dat, dat, dat is dan. En dan, ja, dan, dan, dan kom je een beetje uh, uh, bij de pijnpuntjes die je hebt als je een klein team hebt. Dus uh, ik zou niet willen wisselen met een groot bedrijf, hoor, daar niet van. En uh, ja, we zijn natuurlijk ook in de laatste um, nou, de laatste tien jaar misschien geslonken. Ja. Um, ik denk dat er nu juist weer. Dus we zijn nu. Is, denk je dat ja, er we nu weer wat? Ja, dat, je, dat, we, dat we dan. Het, nou, het dal dat klinkt dan heel negatief, maar dat we het, het. Het punt dat we met het kleinste team hebben gewerkt hebben gehad. Uh, nou, ik denk niet dat we veel groter gaan worden als het gaat om vaste mensen. Ik denk dat dat niet gebeurt. Uh, wat belangrijk was, is dat de spoeling. Wat dunner werd qua prestatoren. En niet omdat prestatoren niet willen. Want ik, bijna alle GameKings van het eerste uur zijn er nog steeds bij. En die er niet bij zijn. Uh, dat kan bijvoorbeeld niet als het gaat om bijvoorbeeld een Dennis of een Shelly. Omdat het niet mag. Weet je wel. Anders misschien hadden ze wel degelijk gezegd. Van ik vind het wel leuk om af en toe langs te komen. Maar steeds meer mensen hebben natuurlijk bijbanen erbij. Uh, ze hebben de kinderen erbij. Uh, al dat soort dingen. Dus de tijden dat je iedereen. Zo van hey, kom je vanavond verlangt. dingetje, dat kan niet meer. Dus. Vandaar dat we hebben besloten om ook, ook dit jaar weer twee nieuwe uh, presentatoren erbij te nemen. Of ja, prestatoren, Shanna en, en uh, Jasper. Ook niet over een dag een ijs. Uh, iemand, uh, allebei hadden we al heel lang op de picture, hebben we altijd contact mee gehouden. En nu was daar de mogelijkheid. Stonden we ervoor open, stonden zij ervoor open. Uh, allebei zijn ze ook uh, financieel onafhankelijk in die zin um, dat ze het niet doen omdat ze geld nodig hebben, maar omdat ze uh, een bestaan hebben al inmiddels, zeker Jasper, maar uh, Shana is nu weer aan het zoeken natuurlijk, maar dat zal ze in haar eigen interview uitleggen, uh, dat ze het leuk vindt om af en toe gewoon een dagje Gamekings te doen, want uh, dat is het voor veel mensen, gewoon de passie voor gaming, toch die uitlaatklep af en toe te vinden bij Gamekings. En uh, ja, en dan, dan past, en het zijn ook allebei creatieve duizendpoten, want dat is super belangrijk. Uh, Iemand die alleen bijvoorbeeld kan presenteren. Um, dat is tof. Uh, maar ja, het, het wordt voor ons veel interessanter als je kijkt naar een Yui of een Jasper of een Shanna. Als je gewoon meer dingen kan. Muziek maken, zingen, editen, filmen. Uh, want dan kunnen we dan ben je multi-inzetbaar. En um, dat is bijna iedereen bij ons nu wel. Ik, bedoel, ik denk dat ik zelfs de minste ben, maar aan coach kan editen. Op Een basic niveau, uh, hij kan social posten maken, uh, hij kan schakelen. Weet je, wel. iedereen kan bij ons alles doen. Ja, en uh, ik denk dat er weinig bedrijven zijn die op die manier werken. Ja, ja maar en, en het werkt dus wel voor ons. Uh, ja, voor ons werkt het wel. Er zijn wel gradaties in ik bedoel ik. bedoel, koos al niet 1, 2, 3 en premium vision gaan gaan editen. Maar het belangrijk bij ons is gewoon omdat we zo'n klein bedrijf zijn dat iedereen elkaar moet kunnen opvangen. Als dat niet kan, uh, uh, iemand die hier komt zegt van: Ik kan alleen maar marketing. Dat is dat is Verder is kan ik ook helemaal geen reet, weet je wel. Daar heb je niet zoveel aan bij ons, want daarvoor is er net niet genoeg te doen. Dus uh, Het zijn allemaal een beetje multitalentjes, dus uh, dat, dat is wel leuk. Ja, je zei net dat de spoeling op een gegeven moment, uh, volgens mij hebben we dat inderdaad vorig jaar ook wel even over gehad, uh, maar dat de spoeling van presentatoren dun werd. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, je kunt, weet je, als je dan kijkt, het waren er zo zes of zeven. Dus je zou dan zeggen: is dat niet genoeg? Uh, nee, in die zin van. We hebben natuurlijk een paar bij, bijvoorbeeld een Steven en een Kevin. Uh, Kevin, die mogelijk weer wat meer hier terug gaat komen, maar ook dat mag je zelf uh, uh, vertellen. Die een bepaald type game heel vaak speelde. En ik, wat ik leuk vind, ik heb nu de top tien's allemaal gezien. En dat laat ook precies zien wat GameKings is. Het zijn allemaal verschillende games. Er is bijna niks één op één, weet je. Of, of dat er bijvoorbeeld zes hetzelfde zijn. Iedereen houdt van andere dingen. En dat, dat, dat moet per se zo blijven. Want anders krijg je gewoon geen discussie. En blijven de bepaalde vlakken. Uh, uh, onbelicht. Doe ik vond. En we met z'n allen vonden het gewoon heel belangrijk. dat er ook een, een, een dame uh, bij GameKings. Uh, uh, kwam. En dat is Shanna geworden. Um, um, ja, Jasper was. Het zijn vaak ook brutale mensen. En ja, iemand die ook op een bepaalde manier. verstand van, van heel veel verschillende games had. Heel veel Nintendo. Uh, meer retro ook iets wat niet iedereen bij ons deed dus ja dat mistte zoek... je nog huh? dat miste ja je. dat miste ik ook wel een beetje uh, plus um, als je het hebt bijvoorbeeld over we willen weer wat meer gaan reizen en dan merk je ook al dat een aantal mensen uh, een dagje hier komen is, is te doen. Maar als je kinderen hebt, is zomaar vier, vijf dagen de hot op gaan. Is lastig. Uh, jij hebt een, uh, een, een, een drukke bijbaan. Weet je waar, waar je ook niet zomaar meer altijd weg kan. Daan heeft een goed lopende streaming. ZZP-business. Die ook niet zomaar meer kan weggaan. Dat heeft iedereen. Maar als ik maar overal de mogelijkheden heb. Dan kan ik wat beter schakelen daarin. Dus. Um, dus daarvoor ja, had daar had je wat, wat extra uh, pratende talking heads nodig. Nou ja, goed. Zeker dan met reizen. Je hebt gewoon. Uh, ik merkte wel uh, dat, dat de, de, de oude, oude Garde. een beetje klaar was met dat reizen. Uh, en ook vanwege kinderen. Uh, en dat de jonge Garde. Ik belangrijk vind belangrijk dat er. dat er altijd. dat, dat er wel een bepaalde mate van, van. enthousiasme is als je weer ergens naartoe mag. Toe gaan. Dit jaar heb ik natuurlijk hartstikke leuk dat. dat Huey voor het eerst op zo'n grote trip kon. Um, ik heb dat al honderd keer gedaan en jij hebt het vijftig uh, keer gedaan en dan, dan merk je toch, je, je gaat het normaal vinden, terwijl het volstrekt niet normaal is dat je fucking op een helikoptervlucht gaat en in een duur resort zit van duizend dollar. Maar dat is wat je krijgt. En dan is het juist leuk van hoe beleeft hij dat? Dat, dat? dat is een extra stukje content. En Jasper gaat binnenkort dan. Uh, gaat hij naar Duitsland twee dagjes uh, voor, een, voor een klein tripje, weet je wel? Nou, die is fucking excited. Die is helemaal nerveus. Waarom moet ik dan met het vliegtuig? Uh, naar Duitsland ik... met het vliegtuig. Ja, naar Duitsland, naar Berlijn met het vliegtuig, weet je wel. Nou, ja, dat gaat er iemand mee? Nee, hij gaat in zijn eentje. Gaat hij vloggen? Hij ja. gaat een beetje vloggen. Maar ik, ik ook, <colonialism tease jogos> voor hem vind ik het ook zo van. Uh, we betalen natuurlijk, maar ik vind het ook leuk om. Uh, voor hem is dat natuurlijk gewoon waanzinnig. Weet je wel, kijk, jij zou zeggen: oké, okay, moet, moet, moet ik dus s'avonds laat naar Berlijn toe. En dan de volgende ochtend even die game spelen en dan weer terug. Nee, sorry, maar daar, daar heb ik gewoon geen tijd meer voor, weet je wel. Hij heeft echt zoiets van fuck je? Yeah. Wat is ja. dat voor superleven? Weet je wel, een beetje. Nou ja, oké, okay, cool. Hij vroeg ook nog serieus um, die vliegticketboek die zelf koop, of die? ja. Wat grappig. Dus, ja, nou, nah, voor deze keer betalen wij hem wel. Dus ja, nee, dat, dat, dat is mooi. En als je dat weer mixt, je krijgt een beetje die chemistry. Weet je, iemand voor wie het nieuw is met. Ik bedoel, ja, ja, Joey wil nog heel graag naar de E3. Nou, dit jaar gaan we denk ik wel naar de E3 toe, weet je wel. Nou, dan ga jij, Daan en Koos. Maar dan als Joey die het voor het eerst ziet, Dan jij denkt van, ah, jezus, het is echt kut geworden, weet je nou nee, het is heel vet. That's it, weet je wel. Ik bedoel, ja. Um, dus ja, dat, dat hou ik wel in de gaten. Maar het team is nu wel, uh, wel mooi rond op dit moment. We hebben nu genoeg mensen, uh, zodat ik ook als iemand ziek is uh, wat... wat uh, wat kan opvangen, ja, niet in de, in, de, in, de, in de problemen schieten met onderbezetting, wat nee. inderdaad. Want nu zijn het er inderdaad een, een acht of negen presentatoren. door. Wat het klinkt als heel veel, ja, maar nee, ja, maar ik dat is ook wel de charme van Gamekings. Hè? dus die wat ik zeg, die, die iedereen vindt wel iets van zijn gading. Dat ik zeg dat dat kunstje wat wij doen. Ik snap nog steeds niet waarom andere media dat niet doen, uh, kunnen ze misschien niet en en misschien zijn ze niet zo. Ja, dat wil ik niet, niet denigreren, maar dat niet de werkdrift die, die, die wij en vooral jij zeg maar hebt, die, die hebben dat niet. Nee, 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 ja, nee, ik denk dat de chemistry bij ons is fucking goed, Ook, want anders, ja. anders zouden mensen al lang weg zijn. Het is meer van uh, het feit dat je je zorgt ervoor dat, dat het team wat er is, <coughs> zo divers is qua gamesmaak. En uh, dat ze in principe alle spelen, maar ze allemaal wel hun eigen voorkeuren hebben, waardoor het zo lekker clash tijdens die discussies. Ja. Dat, dat nog steeds, dat gezeik met. Uh, hoeveel games hebben we dit jaar wel niet gehad? Uh, uh, noem een Callisto Protocol. of misschien wel een Pokémon. waarbij de een zegt het is echt, echt, het is echt bagger. en de andere zegt. nee, ik heb er best wel plezier mee gehad. Weet je. Dat zie je nooit terug in reviews. Het is altijd het is een 6, omdat die gast dus het bagger vond. of het is een 8, omdat die gast dus. Smaaktechnisch, het wel leuk vond, waarbij dus de helft van de gamers zegt: We belach dat het een 8 is, of belachelijk dat het een 6 is. Bij ons vind je altijd wel iemand die dat die positie verdedigt, en dat maakt het, dat maakt het leuk. En dat is waarom mensen uh, natuurlijk blijven terugkomen, ja. Dat, dat was het was het een, een uh, je zei van het was een zware misschien vooral de laatste maanden is dat, was het een toevalligheid of, of uh, dus een, een soort van perfect shitstorm of is dat wel vaker zo aan het eind van het jaar nee het, uh, nee het, het, het... Het, het, het had ook wel uh, te maken met iets zakelijks, en dat, dat wil ik verder niet. Dat, dat, is, dat is niet iets met GameKings of iets waar mensen zich zorgen over moeten maken, maar gewoon een project heb je dan sponsoren bij. En, en dat liep gewoon een beetje weird, waardoor er in één keer heel veel druk op de ketel kwam, terwijl dat niet de bedoeling was. Buiten onze schuld om, um, en dan merk je wel van ja, ik, ik kan er ook niet vijf mensen bij uh, uh, huren. Uh, daarvoor hebben we dat geld gewoon niet en dan kan je twee dingen doen of zeggen van ja sorry ik kan het niet aan maar zo zijn we dan ook weer niet getrouwd met elkaar ja dus dan gaan we het maar doen en dan, dan betekent dat we gewoon echt serieus paar weken lang elke avond hebben overgewerkt en elk weekend en ik wil dat niet eisen van mensen um, dus ga je het zelf doen dus nee maar ook <laughs> andere delen het ook ja oké okay. en en met elkaar ja dat dat is wel het mooie ja nee, ik bedoel ik vind het voor mezelf geen overwerk. Ik vind het gewoon fijn. En jij hebt... bent constant bezig met werk. Ja, nee, nee, ja, nee <laughs> dat, is, dat is waar. Maar wel, ik, ik heb er geen probleem. Want ik heb er probleem mee. Als ik dat niet doe, dan um, mijn vader is ook, die, die is ook directeur geweest, die zei altijd van dat, dat, je bent dat 24 hours. Weet je. Op het moment als jij het overzicht kwijt bent. Door te zeggen van ik, ik beantwoord mijn mail even een paar dagen niet, dan loop je achter. En dan wordt dan, als jij gaat achterlopen, loopt de hele toko in de zoep. Ja. En ik vind het fijn om bijvoorbeeld in het weekend of avond alvast voor te bereiden. En dan heb ik een plan A, een plan B en een plan C. Dan sta ik ook nooit voor verrassingen. Dus nee, dat geeft mij rust, waardoor ik uh, nooit gestrest ben. En ik ben bang als ik gewoon dat niet doe en zeg oké, okay, maandag om negen uur begin ik weer. En dan zie ik het wel. dat ik dan Jij ja, bent niet gestrest? Nee. nee. Dat, dat, ik heb, dat is wel grappig. Ik ben alleen gestrest als ik er geen grip op heb. Grip op heb. Dus ja. als bijvoorbeeld de DSA-finale, uh, dat is dan uh, omdat er heel veel sponsoring bij zit, dat, dat moet dan goed gaan. Ik kan niks meer doen, daar kan ik niet tegen. Dus dan loop ik rondjes en dan ga ik naar boven toe zitten. Ik trek dat niet Van, nee. ik, ik kan er, ja, ik moet het overlaten aan andere mensen. Dat vind ik nog steeds moeilijk. Ja, Ondanks je... dat die gasten super goed zijn, om maar, ja, dan, dan, dan ben ik liever ja, ergens anders. Ja, precies. En ook omdat je op dat moment inderdaad misschien niet. Je kan niet alles zelf doen. Maar. Nee. Je, je, wat je was bijvoorbeeld hier alweer. Uh, b, 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 sfeerbeelden van de games. Was je gisteren zelf aan het uh, aan het. Aan het ja, omdat ik dan weet van. Als ik het doe. Dan, dan weet ik zeker dat het goed is. En het is ook gewoon van. Um, ik vind het belangrijk dat de mensen die de andere dingen doen. Dat die daarmee bezig kunnen zijn. En niet al oh, kut. Moet nog gebiedeld worden. Ik vind het namelijk niet zo werk, man. Nee. Maar... En als ik het erg zou vinden. zou ik het wel zeggen. Maar ik vind het gewoon oprecht. Leuk om te doen, gewoon thuis zit ik een beetje te b-rollen. en dan heb ik mijn televisie aan met wat voetbal erop. Maar ben uurtje vind, je, bezig. vind je niet dan ja, fair, maar vind je niet dat het, dat het dan te veel tijd inneemt? Nee, want anders had ik het niet gedaan. Nee, 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 <laughs> dat ja, leuk is ook. Mensen maken doen. zich altijd een beetje zorgen over, maar dat, dat, dat hoeft niemand te doen, want ik ben niet zielig. <laughs> ik doe dat uit eigen vrije wil. Um, en um, ik, ik weet, je ik vind het gewoon belangrijk dat dat. dat ja gewoon dat, dat de mensen die werken voor mij dat klinkt heel erg raar dat die gewoon vrij zijn om creatief te kunnen zijn en niet bezig hoeven te houden van is alles geregeld logistiek en, en, en de bierrol dat is een, als er mensen dat op dat moment even die bierrol niet kunnen omdat we op dit moment eventjes één stagiair hebben dan weet ik al dan komen we maandag weer fuck er is nog niet gebiereld krijg je dat weer laat alles zelf in, doen ga ik het gewoon zelf doen alles is klaar ja, <laughs> ja nou ja dat is knap Ja, uh, nee, ja precies dus prijs en zwaardig dus, uh, ja maar dat is inderdaad ook nog eens uh, hè, ons, ons eigen team, uh, wat heel goed op elkaar ingewerkt is. Mm -hmm. en, uh, ja, weet je, waar, waar je van weet van wat je kan vragen en wat dan ook. Maar je zei, je gaf dat net al aan, we hoeven niet in detail te treden. Maar soms hebben we ook, en je bent er eigenlijk sowieso de laatste paar jaar ben je meer bezig, ook met, met soort van klantcontacten, hè, met sales en, en dat soort dingen. En dat, dat gaat ook heel goed. Maar dat brengt iets nieuws met zich mee, namelijk externe partijen waar je mm -hmm. mee moet, moet handelen. Ja. Is dat, is dat zie je daar een, een cultuurverschil bijvoorbeeld? Uh, nee, dat heb ik wel geleerd. En ik denk juist dat dat belangrijk is dat, uh, dat één iemand dat doet. Dus dat, 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 dat doe ik. Um, want ik vind niet dat jullie daarmee uh, um, belast moeten worden. Omdat uh, een klant altijd. Uh, we hebben natuurlijk gewoon feitelijk twee klanten. We hebben de kijkers, de premium en de gewone kijkers. Nou, die hebben allemaal eisen en wensen. En weet ik allemaal wat. Het is mijn taak om. om, om dat te absorberen en daar naar jullie toe uh, 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 een voorstel te doen van oké, okay, dit is wat er moet gebeuren. En jullie moeten de vrijheid hebben om, om jullie mening als crea creatievelingen daarop los te laten. Zonder dat je moet nadenken. Oké, okay, maar als ik, als ik nou deze kleur roze erin ga dan zijn we 500 premium leden kwijt. Of als dit logo linksboven gaat staan, uh, dan. Um, dan gaat die klant weg. Dat, dat is mijn taak. Dus ik, vind, ik, ja, ik, ik absorbeer wat zij willen. Um, dan weet ik al ongeveer meestal wel van... oké, okay, als ik dit aan Jelle ga vragen voor een logo... dan weet ik nu al dat het niet gaat werken. Dus dat zeg ik dan wel tegen de klant. Dus ik snap het wel. En dan vervolgens hoor ik wel wat jullie ervan vinden. En dan, is het, dan mogen jullie dan weer mening aangeven. Dan ga ik terug naar de klant. Of dat ik bijvoorbeeld zeg van... sorry, maar dit, het, het, het moet gewoon, weet je wel. Dus we doen het op deze manier. Maar dat hoeft bijna nooit... En, en dat is ook wel omdat ik wel. Mensen snappen Gamekings nu wel een beetje. Ik bedoel, ja, is dat nu eindelijk ja, zo? Ja, dat, dat snappen ze nu wel. Dat Bij ons valt er niet zo heel veel te eisen. Nee, maar we, we hebben natuurlijk ook daarin vroeger, met ons tv-programma, wisten mensen het op een gegeven moment ook. Maar door ja. de komst van internet en, en YouTube en en, en, en weet je, influencers en, en de content creators, is dat toen heel erg veranderd. Daar hebben we ja, ook vaak ja. natuurlijk over gehad. Hoe, hoe is dat nu dan? Uh, want je hebt op een gegeven moment heel lang heb je gezegd van ja, ze zijn nu bezig met influencers en niet meer met dat media. Nog ja? Ja, nee, absolu nee, absoluut. Alleen als mensen op een gegeven moment uh, uh, wat vaker met ons doen... dan weten ze gewoon hoe wij werken. En uh, nog steeds heb ik wel nieuwe klanten... die komen dan nou weer ook met zo'n... van kun je dit zeggen, kun je dat zeggen, kun je het zo zeggen. En dan zeg ik van ja, maar dat gaat niet heel erg werken naar ons toe. Bovendien, uh, we hebben een volwassen doelgroep... die prikt er echt zo knijterhard doorheen... dat je de hele, je, je naam is weg, weet je wel. Dus... Um, maar dat voelt, klinkt een beetje als hoe influencers werken... hoe, hoe dat met, 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 met hen werkt... Uh, worden we nu wel eens benaderd? Want vroeger werden we gewoon heel lang niet benaderd. Omdat iedereen op influencer zat. En dat was ja. het. Nee, dat is wel zo. Maar mensen komen er nu wel achter. En ook omdat we dat zelf al aangeven. Dat, dat influencers in Nederland vooral een hele jonge doelgroep uh, 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 bereiken. En dat is hartstikke leuk als je een laptop hebt van 5000 euro. Maar er gaat geen koter geen van 14. Gaat een laptop van 5000 euro betalen. Maar je hebt wel degelijk de, de influencer contracten. En ons. En misschien nog een paar andere media-outlets. Maar die influencer-contacten, ja, daar staat gewoon bijna letterlijk in wat je moet zeggen. En hoe je het moet doen. Uh, ja, dat werkt bij ons niet. Dus dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. En als mensen daaraan vasthouden, en dat willen PR-bureaus nog wel doen. Omdat ze honden van dat soort dingetjes, die strooien dan wat uit in mailtjes. En dan, als je dan moeilijk doet, dan vinden ze dat te veel moeite. Prima. Maar mensen met wie we vaker werken, weten gewoon van... Um, doe het zo. Uh, ge ge geef ons gewoon wat, wat is je doelgroep wat wil je, uh, wat is je product en laat ons dan je gang gaan. En nog steeds klasht dat af en toe wel eens. En dan, ja, dan hebben we hier hele, hele leuke discussies boven met elkaar, want het is vreselijk. En vroeger was uh, Boris altijd de lul, die werd altijd opgebeld. Ben jij nu degene die wordt Ja, daar ben ik wel de lul. Hebben jullie, ja, wat en hebben jullie nou weer gezegd? Bo Boris kan er dus, de, daarom stopte hij er ook mee, die kon ik echt gewoon niet meer tegen. Nee. Ik, ik, ik snap het nu wel. Ja, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Nee, vind je het leuk om met mensen dan alleen het GameKing team, andere mensen externe dan, dan naast het GameKing team. Ja, ja nee, te, ik vind te, het wel te, leuk om ze te proberen. Dat is het verschil tussen mij en Boris. Boris had op een gegeven moment van die mensen laten ze toch niet meer overtuigen. Fuck hun. En ik heb zoiets van: ik ga ze dan wel net zo lang proberen te overtuigen tot ze snappen. Hoe dat werkt. En ik snap hun ook wel, want zij moeten weer naar hun klant toe. En dat is vaak een buitenlands bedrijf. Zo, die hebben dan ook zoiets. Of een superieur. Hun ja, managers. Van, ja, iets heel. Clients, als wij bijvoorbeeld streams doen en ze sponsoren een stream wij drinken bier op stream, dan krijgen ze dus echt serieus. Why the fuck are those guys drinking beer when they using our tools? Weet je wel? Ja. En dan probeer ik uit te leggen: uh, we zijn in Nederland. Uh, uh, we dit zijn is allemaal we 30 zijn. plus. Zijn. Uh, zijn, ja, precies. Wij drinken De daar een biertje zijn bij. zijn ongeveer 30 plus. Heel veel mensen kijken die shit. Het is echt niet alsof ze zeggen van: oh, een toetsenbord van merk X en een biertje. Nou, dan koop Pff, ik dat nooit meer. Nee. Stap er overheen. Nou, soms doen ze dat wel en soms durven ze het niet aan. Ja, dat, dat, ja. We zit, wat is ja? Dankzij de premiumbaas kunnen we die discussie aan. Kijk, als, ik, ja. als het echt als we moesten overleven op die shit, dan hadden we echt als we, wel geen, als we geen premium nee. hadden gehad, hadden had ik dan mijn biertje moeten wegzetten? Uh, nee, maar dan, dan hadden we niet meer bestaan. Nee? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, en, en, maar stel, hè, de, zijn, de, de premium had, had er niet geweest. En, en, en we krijgen van dat soort eisen. Had je dan als hoofdredacteur gezegd nee, maar, van nou, sorry, dat, dat kunnen we niet doen. Of had je gezegd? Nee, jongens, ik, even geen bier op beeld. Nee, want ik, 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 vind dat, ik, vind, ik weet dat jullie het niet leuk vinden. Ik vind het zelf ook niet leuk. Nee, maar dan hadden we bijvoorbeeld, we hebben, we hebben bijvoorbeeld best wel vorstelijke bedragen aangeboden gekregen van uh, gok, gokbedrijven. Ja. En uh, die gingen dan nog wel een klein beetje mee. Want eigenlijk wilden ze gewoon, dat we zouden zeggen, we moesten echt pushen dat mensen gingen gokken op voetbal. Want dan wilden ze dat we bijvoorbeeld tien weken lang op voetbalwedstrijden gingen gokken live. <laughs> ja. Nou, toen hadden we nog wel een beetje een soort van leuk idee-achtig iets. Maar uiteindelijk hebben we gezegd: van, dat moeten we niet doen, man. Nee, ook, niet, ook cool. niet voor de pegels. Nee, nee, ik heb er geen moeite mee als 18-plussers gokken of zo. Maar het is gewoon niet, het is niet cool. Het, het, en, en je gaat er gezeik mee krijgen. En het voelt ook niet goed. Dan. Nee, nee, nee. En, en dat heb je ook met. met, met uh, we hebben ook best wel veel. Zeker als je kijkt naar streams, al die fucking drankjes die ze drinken. Nou, oké. Okay. Red Bull. Weet je, bedoel, nogmaals. Wij, wij bereiken een 18 plus doelgroep Dus ik heb zoiets van: die zijn wijs genoeg. We drinken het zelf ook wel eens af en toe. Dus heb ik dan net niet zoveel moeite mee. Maar, maar je wil het niet te veel doen. Nou, en Red Bull is dan ook nog dat is een sponsor van de Dutch Stream Awards, niet van Game Kings, ons eigen nee, media. -output. Maar Monster heeft dat wel gedaan. Ja, dat is waar. Ja, weet je, bedoel. Uh... Nee, maar dat voelt dan misschien ergens. We hebben een klik met dat merk, met, die, met de mensen van dat merk. Het ja. Dat voelt dan alsnog wel authentiek. Nee, absoluut. Ik Bedoel, en nogmaals, het is 18 plus publiek, dus die mensen zijn auto-wijs genoeg, of ze wel of niet. Uh, heel veel... Kijk, ik vind het belangrijk dat ik heb geen problemen als Red Bull en Monster ontsponsoren. zolang ook maar. Bepaalde mensen die dat willen zeggen, kunnen zeggen: Jongens, ik drink dat gore bocht niet, weet je wel? En als je daar overheen kan stappen, wat Red Bull en met name Monster ook deed, ja, uh, ja dan, dan ben je een, dan ben je een drijfel, genoeg. Uh, ja, ja, dan precies. ben je mans genoeg en dan heb je een klik met ons gelijk, maar wij gaan niet zeggen: Oh, dat is lekker. Ik bedoel, nee. maar dat is wat wat influencers vaak doen, ja. weet je wel? Uh, ik heb een nieuw smaakje, nou, het is echt wat een lekker smaakje, is dit, weet je wel? Uh, 10% korting met uh, hashtag jelle GKW. Nee, dat, echt niet. Dat, Gaat dat, dat nooit gebeuren, denk je? Nee. Ga jij het doen? Uh, nou, als, als, ik, als ik bijvoorbeeld toevallig heel een goede klik zou hebben met iets. Nou, dan mag je het zeggen, maar dan ga je niet zeggen: oh, lekker. Nee. Nou ja, nee, nee. Dan, 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 dan ga je streamen en dan, dan denk je: Ik vind je fuck, het lekker. lekker, lekker ja, op drinken, op die authentiek, ja, maar echt. authentiek, weet je wel. Maar dat is het. Maar, dan, maar ja, dat is niet wat mensen vaak begrijpen. Die, die begrijpen dat malletje wat ze precies willen. En dat moeten ze dan in elk land. Moeten ze dat doorvoeren? En dan denk ik van mogen we het niet op onze eigen manier doen? En er zijn bedrijven die de humor ervan inzien. En bedrijven die de humor totaal niet hebben. Die al meteen zeggen van uh, weet ik veel. We hebben een item waarin we vijf mensen langs gaan. Vier mensen langs gaan. Um, dan geven we bij de ene. Oké, okay, dan had ik zoiets van. Oké, okay, we geven hem een, uh, de, een, 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 een stukje Gear X. stukje Gear Y. Een stukje gear, ding. Van drie verschillende merken. En dat een meteen begint. Nee! Alle drie moeten van ons merk zijn, want we willen niet met de andere. Denk ik van ja. Jesus Christ, dude, weet je wel, wat maakt het uit? Ja, ja. hoe heb je dat toen uh, voor? Nee, Oké, nou, dan geef ze dan gemild. alle drie dan, weet je, dan geef ik dat andere wel weer aan. Kijk, maar boeit het niet, maar dat soort dingen, why? Het ja, corporates. snap je dat bedoel That's ik dus ik ja. net soort van: vind je het leuk of ja. makkelijk om te dealen met, met dat soort externe ik corporate? Lag je je. Om. Dan Aowel. ventileer ik die boven met jullie en dan gaan we ja. toch helemaal stuk op die shit, weet je. Ik bedoel, je zou dan denk ik bij mezelf: je zou maar werken. Maar die worden zo geïndoctrineerd met al die Zoom-meetings. van wauw, wauw, wauw. Die weten dat alleen maar te ventileren dan. van mijn producten, dit, dat. Ja, oh, ja. Maar missen wij niet een klein beetje structuur misschien? natuurlijk ja toch nee absoluut maar ja oké ja nee goed maar goed ik denk als wij op moment als wij werken als een gestructureerd bedrijf was het nooit GameKings geweest dus nee ik ben het daar altijd heel erg ik denk dat ook inderdaad daar heb ik wel zeker zijn nadelen hoor daarvan bedoel de regelmatig ontploft er iemand van is die shit nou weer niet gefixt maar ja goed een dag later lach je er wel weer om ja, nou, ik hoor jou wel. En ik, ik moet namelijk zeggen dat, dat het feit dat dat, ja, dat voelt gewoon heel erg als GameKings. Dat dat soort van een beetje met houtje touwtje of met, met duct tape alles gefixt wordt. Ja. Um, en ik, ik denk zelf altijd heel erg dat wanneer je eventueel daar een professionaliseringsslag in maakt, dat misschien gaat er wel wat van de ziel uit. Misschien hmm, ook niet hoor, maar. Deels, uh, mijn probleem is gewoon van die planning. Die gaat gewoon, ik, ik, ik probeer wel zeker naarmate we allemaal... Kijk, vroeger was het altijd gewoon... we begonnen ergens om een uur of elf... en we stopten ergens als het klaar was. En als het om elf uur was, nou ja, whatever, daar gingen we wel een café in. Ja. Uh, of we trokken een, een kratje bier open om, om acht uur. Uh, en als het vroeger was, nou, leuk. Maar mensen hebben tegenwoordig kinderen, weet ik je Ik probeer dat uh, namelijk nog steeds een beetje vast ja, te ja, nee, houden. Ja, oké, okay, maar dan. jij bent nog redelijk vrij gevochten, vrij gezellig. Nou, je hebt volgens mij wel een vriendin, maar... Ja. Ja, ja, je bent dat gewend. Ik ben het ook wel redelijk gewend. Maar ik merk nu ook wel... Uh, kijk, mensen met kids kan je het gewoon niet maken. Nee. Dus op een gegeven moment probeer ik wel van oké, okay, laten we toch tot een uur of zes proberen alles af te hebben. En als dan een, uh, iets niet kan, omdat fucking de hele tijd de camera uh, zeg maar naar links zakt, omdat daar de duct tape niet meer werkt, <laughs> dan denk ik bij mezelf wel ja, jezus. Uh, maar ja. Ik, ik kan er ook wel om lachen, want wat ik zeg van. Ja, naar de, de hand misschien. Nee, ja, maar met Joey ook, die komt, die komt van fucking Talpa, waar ja. alles gewoon van goud is en diamant, weet je wel. Maar hij vond er geen hol aan, weet je wel. Alles is gewoon. is bent, helemaal geen rock'n'roll. Benieuwd hoor, want ik moet hem nog interviewen hoe hij dat heeft ervaren een, een heel jaar lang. Want nee. ik, ik heb hem wel af en toe gefrustreerd. Nee, al, dus ja, bij hij is natuurlijk dat gewend dat ja. alles werkt, weet je. Dus ja. de, hij heeft ook nog heel erg... En, en dat waardeer ik ook wel. Van, ik denk dat het wel belangrijk is dat we wat we wel uh, stappen gaan zetten. Maar ja. ik vind het eigenlijk, bijvoorbeeld, het is wel leuk. Met Premium Vision, hij is nog heel erg gewend van. Oké, okay, maar dan is er een productiebudget. En dan zegt hij van, wat is het productiebudget? Dan zeg ik nul. Ja. Nul? Dan kan ik wel. Hij zegt nee. Het uitgangspunt is nul. Dus met wat je nodig hebt. Als het ergens een hebt. keer een paar tientjes kost Allah. Ja ja, nee, maar uh, wat ik bedoel is van ik moet een goede reden hebben om te zeggen oké, okay, dat betalen we omdat het geld er gewoon niet zoveel is, weet je. Dus dan wil die ja, all you need is love. Ja, ik zeg: "Ah, leuk idee. Ja, dan wil ik een touringbus." Ik zeg: "Dude, weet je hoeveel, hoeveel dat kost?" Ja, maar ik heb een vriend. Nou, hij naar die vriend gegaan. 800 euro. Ja. En dat is nog een vriendenprijs. Ik, maar ja. 800 ik bedoel voor een dag een bus. Voor Een, een dag een bus waarvan je dan eigenlijk. twee minuten van ziet, weet je. Ik ik snap dat het cool is, maar het is gewoon totaal niet functioneel. Nee. En bij talpa kan het, we nemen ze gewoon, slaan ze gewoon een tonstuk op, op allerlei props die je vijf seconden ziet. Ik zeg, nou, maar ik vind het juist leuker van gewoon creatief zijn, weet je wel. Huren we een busje of krijgen we een busje van fort, ja. toppers. Uh, een paar goedkope kerstballen van, uh, van de. hoe heet het nou? Van de action. <laughs> net content. Ja. Weet je en dat, en, Maar dan is het ook nog eens Gamekings. Want dan zie je een soort van Skate the great met een. met een. met een. met een kerstpak aan. Achterin de bus, ravotten met cadeautjes. Dat is Gamekings. Ja. ja. Nee, maar dat is het ook. En, en dat het een beetje low budget is, dat maakt niet uit. Maar dat, die vindingrijkheid vind ik wel leuk. Laten we creatief zijn en kijken. Hoe we wel iets kunnen uh, regelen, in plaats van te zeggen: van oké, okay, dit uh, mag ik heb, ik, heb ik wat productiebudget? Dus um, als er dan geld is, heb ik liever dat we gewoon. Uh, kijk, het enige waar we niet op kunnen schachten is gewoon als je op reis gaat. En dat is ook wel de doelstelling van 2023: dat, dat we gewoon in ieder geval weer een paar premium reisjes kunnen maken. Ja, waarom en, hebben we dat dit jaar uh, misschien uh, niet echt gedaan? Want uh, voorgaande jaren, kijk, toen was het echt natuurlijk lockdowns. En alsnog zijn we wel de deur uit geweest. En dit jaar kon het wel weer. Ja, maar je, je weet, je, iedereen weet dat hier de minds nogal uh, verschillend zijn. als het gaat over alles wat er gebeurd is. Daar ga ik ja. ook niet te veel op in, want ik ben er zelf een beetje klaar mee. Um, en we konden bijvoorbeeld naar Japan toe. En ik merkte al heel snel, uh, er waren nog wel wat eisen. Ja. Bijvoorbeeld, je moest gevaccineerd zijn. Uh, kijk, bijvoorbeeld, Yui heeft zich laten vaccineren om naar Hawaii te gaan. Nou, dat was best wel een dingetje. Nou, laten of... bijprikken hoor. Bijprikken, ja. ja. En de ene helft zegt uh, van, belachelijk dat je dat doet. En de andere helft zegt van, ja, ik had het ook gedaan. Dus ik vind dat mensen dat zelf moeten beslissen. Maar als je met een groep gaat en er zitten mensen bij uh, die al... Best wel last hebben dat ze überhaupt een prikje moeten nemen, laat staan dat ze een mondkapje op moeten. Wat daar gewoon nog moet in een land waar mensen heel erg volgzaam zijn, ja, dat... dus totaal niet begrijp als je daar een beetje recalcitrant gaat wezen. Ja, dan moet je niet doen. Dat nee. gaat het niet werken. En we moesten inderdaad uh, geschreven, echt een geschreven invitation hebben. Ja, dat, dus precies. professioneel net, net, net te veel werk. Ja, nou, en dit jaar het begint nu allemaal normaal te worden. Ja, kijk, dan, dan kunnen we het gewoon weer gaan doen en dan. Uh, is het zaak, kijk, als er dan budget is, dan zet ik het liever om in vliegtickets en verblijfplekken. Uh, want je, daar kun je gewoon. ja, Je kan niet zelf gaan lopen, weet je. Dat kost gewoon eenmaal helaas pleuris veel geld. Ja. Uh, maar ja, props en budget, jongen. Je kan zo Raak zijn met dat soort dingen. Ja. ja, maar ergens denk ik dat we daar. En helemaal terecht, want ik, ik ben dat zelf misschien wel al ook. Dat heb ik gewoon geleerd, bijvoorbeeld van Boris en wat dan ook. Maar we zijn daar vrij terecht in. En dat is ook misschien ja. wel waarom we hebben over, kunnen overleven, omdat mm -hmm. we inderdaad zo Lien en Mine, geen geld uitgeven aan, aan eigenlijk onnodige onzin. Ja. Maar um, ja, het zou misschien hier en daar wat royalen kunnen, juist ook omdat jij natuurlijk wel wat, wat extra business uh, in het laatje hebt gebracht. Ja, nee, ja, maar dan, dan zou ik eerder denken in van uh, mensen wat extra geld uh, meegeven dan. Uh, ik, ja, kijk, ik bedoel, ik was laatst ook bij Red Bull, weet je, op kantoor en ik, fuck, wat mooi, weet je. Maar ik denk ook van, hebben ze bijvoorbeeld een. Uh, ze dus een hele ruimte met tafelvoetbalspellen erin en ja. dan hebben ze gezegd van ja daar hebben we dan altijd vrijdagmiddag. meer en dan kijk moet je daar op drukken en dan komt de hele DJ booth naar buiten en ik het is Schiet fantastisch ja. Ja. maar ik weet niet broer, ik vind die hartstikke leuk uh, maar op vrijdagavond ga ik liever naar huis, weet je wel. Ik bedoel, en het is hartstikke leuk om een tafel op te Maar ik heb liever dat mensen gewoon die 6, 7 uur dat ze zijn, gewoon werken ja. in plaats We van allemaal een tafel Weet je, het is allemaal een soort van. Dan voel je je thuis en dit en dat. Maar het is niet je thuis. Ik ben daar wel, wel, wel makkelijk in. Ik bedoel, het is vet als je bijvoorbeeld een hele keuken hebt met een kok erin die allemaal lekkere dingen maakt. Maar het ja. Ja, ik, ik weet niet, ik hoor hoor. Ja, nee, ik, bedoel, ik neem mijn eigen eten wel mee. Ik bedoel, ik ben daar wat op van vrij simpel. Kijk, als er dan geld is, dan heb ik liever dat er wat betere apparatuur zou komen. Dat misschien mensen, uh, dat we iets meer kunnen uitbetalen. Uh, het lijkt me leuk om een keer, weet een, uh, een je, met z'n allen een keer weer een avond uh, naar een Chinees te gaan. Weet ja. Dat soort dingen. Um, ja, dat kon. Uh, niet dat er geen geld voor is, maar door COVID was dat ook allemaal ellendig. Weet je, dat kan nu weer. Uh, dus dat gaan we ook wel een keertje doen. Ja, Verder, de rest, um, ik vind het goed dat Boers dat gewoon vooral in de pot stopt. Voor, ik verwacht wel dat, dat, dat het nog wel moeilijkere tijden gaan worden. Omdat die recessie er weer aan gaat komen. Ja, precies. Dus dat is dus, uh, een klein buffertje is en eventueel ook voor premium. Ja, uh, uh, want ik zeg, voor hetzelfde geld klapt er een uh, camera kapot. En uh, ja, dan heb je in één keer een paar duizend euro die je er even moet ophoesten. Ja. Um, te veel bedrijven investeren in allerlei bullshit. En steken zichzelf in de schulden. En, en uh, of, uh, ja, dan zie ik mensen met... Media met drie studio's en dan denk ik van je maakt één video per week. Van waarom heb je dan drie studio's nodig? Weet je, ik bedoel. Ja. Ja. Voor de prestige. Ja, het is prestige. een nieuwe apparatuur. Ja. ja. Wat maak je ermee? Ja, nee, me helemaal mee eens. Maar ja. er zijn andere mensen, Daan en Huey... en misschien ook wel Koos, die hebben zoiets van... Het is ook wel makkelijk als alles goed werkt. Waarom hebben we dat niet? Ja. Nee, nee, dat, dat is <laughs> het Het is heel makkelijk als alles goed maar werkt. Maar er is wat verschil tussen... Uh, 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 dat we nu nieuwe spullen hebben. Daar ben ik het mee eens. Want die shit hebben we twintig jaar gebruikt. Dan elke twee jaar weer nieuwe camera's kopen. Want fuck, dit is hip, weet je wel. Of ik heb nu een... Als je er niks mee doet... Ja. Van die, van die mensen die dan zo'n zo'n draaiende kamer op afstand hebben, weet je, dan denk ik, van dan maken ze er één shot mee. Je doet er niks. Of drones. Weet je een drone hebben voor het bedrijf. Ja. Wat doe je er dan mee? Ja, hopelijk één keer in de maand een keer één shotje. En dat is inderdaad gewoon zo. Ja, zin. dus dan vind ik het niet functioneel. Dan is het een beetje investeren om te investeren. Dus, uh, ja, nou dat gebeurt ook vaak. Met ja. wijke bedrijven kunnen dat. Je zei, je zei net inderdaad, had je het over die. Dus weet je, de drukte en schuiven met, 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 met mensen en presentatoren. En dus eigenlijk de, de, het schema en de planning. Mm -hmm. Ik weet niet of we dat, Volgens mij hebben we het er nooit op die manier over gehad, maar kun je. Stel nou, het is weet je, een beetje zo'n horror scenario. Ja. Als alles fout is. überhaupt, hoe gaat zo'n wekelijkse planning en wat gebeurt er wanneer bijvoorbeeld twee <laughs> presentatoren ziek zijn? Kun je, je zo'n situatie. Ja, nou ja, schetsen, bedoel, je, je, je begon <laughs> dat, toen ik terugkwam van, van, van vakantie. Kwam, 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 kwam er zelf zo'n verhaal uit van: nou jongens, wat, toen je weg was, dit en dit gebeurde en dit gebeurde. Ja, je wat nee, gebeurt er we, als er we, iets verkeerd gaat? D, 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 maar ja, kijk, daar merk je aan gewoon dat, dat, dat we ouder worden. En niet op een lichamelijke manier, maar in uh, vrouw, kinderen, uh, verder van de studio af. Uh, niet altijd meer bereikbaar. Uh, dit is echt een enorme puzzel. En dus mensen ook, weer, dat zien ze niet, dat hoeven ze ook niet te zien. Maar bijvoorbeeld dan laatst zou ik een item doen met Koos. En Koos heeft op die dag had hij een privaat iets. Moet hij zelf maar over vertellen met, met, zijn, met, zijn, met zijn familie. Ja, ze, ze en bast daar niet op. En dan zegt een zo iemand, zegt dan een beetje badinerend van... Nou, lekker man, zo'n review in je eentje. Jongen, 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 weet je wel. Uh, 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 het was fijn geweest als je met z'n tweeën doet. En ik, dude, ik bedoel, je weet niet wat er aan de hand is. Nee. Ik bedoel... Um, nee, het is, het is op zich lastig. Kijk, wat ik doe, altijd ik maak. Op een gegeven moment, een, 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 deze games zijn binnen. Dan ga ik het een beetje zo'n zo planning maken. Denk ook wie past daar een beetje bij? En dan moet ik altijd. Ik, ik kan in principe altijd twee freelancers inzetten. En, um, en dan heb ik altijd Jelle, Yui, Koos en ik als soort van vaste mensen op maandag en vrijdag. En dan, dan begint de puzzel. Uh, en dan valt er altijd weer eentje iemand af, omdat ja, die games passen er niet heel erg bij. Ja, en dan maak je een planning en dan gooi je het eruit, en dan krijg je altijd van ja, ik kan niet. Of uh, ik moet naar de tandarts, weet je wel. Dat is op Ik moet mijn dochtertje passen. En dan, ah, nee, fuck die shit. Ik heb geen kinderen, weet je. Dus ik, dat is exact waarom ik geen kinderen heb. Maar goed. Ja, en dan begint het grote gepuzel. Je kan alleen na vijf uur, weet je. Of ik moet wel voor vier uur thuis zijn om mijn kids op te halen. En, dan, okay. en dat is het verschil met fucking tien jaar, vijftien jaar terug. Dan maakt ja. geen hol uit. Nee, iedereen bleef gewoon tot de met. Ja, dan uh, maken ze een blootje en dan wachten ze wel tot ze aan de beurt waren. Ja, en nu is dat iedereen van de crash, de crash, weet je. Wel. Ja, ja en, uh, maar goed, het, het is wat te doen. Maar daardoor valt soms wel eens iets uit of werkt het gewoon wat anders. Ja, ook dat, ik, ik kan het wel niet gaan accepteren. Maar dat zeg ik ook al tegen Boos. ja, dan, dan, dan moeten we tien mensen vast in dienst nemen. Ja, dan is het morgen afgelopen. Dus het is roeien met de riemen die je helpt. En dan moet je het als een sport zien. Dat heb ik altijd gezien, van het is gewoon een sport. Ik heb altijd plan A, plan B. En dat beetje puzzelen vind ik dan ook wel autistisch leuk, weet je wel. Precies. <laughs> zijn je, je bent de hoofdredacteur, zijn je, zijn je ideeën nog niet op? Nee, 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 nee dat zeker niet. Nu wel Op dit moment wel. Uh, uh, nu al een beetje blasé. Uh, ook omdat uh, we hebben heel veel gedaan de, de laatste maanden. Nee, ik, ik, uh, daarom vind ik het ook belangrijk dat de nieuwe mensen, met name Joey is wel iemand die heel veel, uh, met heel veel, soms te veel ideeën komt. Die loopt echt over. Um, ook met een hele frisse kijk. Ook misschien wel weer met een nieuwe kijk van, van de ja. huidige media. Misschien ook wel fijn dat hij bijvoorbeeld bij andere bedrijven zoals een Talpa, waar hij andere dingen heeft gezien hoe iets kan. Um, en ik wil ook zeker met elkaar gaan kijken. Wat we nieuw moeten doen. Alleen merk ik wel. Uh, een discussie gaat zijn. We maken.... fucking veel content. Ik ga niet zeggen. hoeveel content. want dat komt in een apart item. maar dat is echt heel veel. Ja. Dat zijn honderden uren per ja. jaar. En. laatst had ik het er met jou over. als ik alles optel in een week. dan maken we. nou ja. Uh, even kijken. Dus rustig. 10, 12 uur content. Ja. Weet je wel? En dan zat ik bij mezelf te denken. is er een. is er iets waarvan ik. 12 uur content per week kijk? Niet echt. Nee. En uh, Yui is daar bijvoorbeeld een, echt een voorloop. Die zegt dan: van, waarom maken we zoveel content? Weet je, elke week, elke dag twee aard. Ja, dat ja. is nu eenmaal zo gegroeid. Ja omdat, het kon, omdat we van tv waren we heel gelimiteerd aan 22 minuten. Op een gegeven moment konden we heel veel. Dus het is steeds meer en langer geworden. En het is, we doen dat heel efficiënt. Ja, maar we hadden toen ook nog meer mensen in dienst. Zodat je ook op meerdere dagen kunt opnemen. Nou, dat kan nu niet meer. Het kan wel, maar ik kan niet uh, iemand. We betalen gewoon. Als iemand hier een dag is, dan krijgt hij een bedrag. Ik kan dat niet voor elke dag doen. Want ik ga niet iemand een volledige dag betalen als die één itemje doet. Nee. Dus dat, dat zijn een beetje de, de, de grenzen die je hebt. Van, is het nog wel noodzakelijk om elke dag twee items te maken? Weet je wel, moeten we niet iets meer terug? Waardoor we, hè, als ik koos hoor van ja, Nerd Culture, we gaan meer doen. Dan denk ik, ah, leuk, maar wanneer dan? Weet je wel, het is nu al vaak heel erg moeilijk om op vrijdag, einde van de week, live, begint nooit de tijd. Omdat ook weer om ons bedrijfscultuur ja, hoor. Dat, bedoel, dat jij ik. bent er ook maar twee dagen, dus dat moet dan in een van die twee dagen waar het al heel veel druk is. Hoe gaan we dat doen? Dus dat is wel echt de puzzel van: ik wil wel die kwaliteit moet goed blijven. Ik maak liever dan misschien wat minder, maar dan de kwaliteit wat beter dan wat meer. Dus dat is een puzzel waar we mee bezig naartoe gaan. gaan. Uh, nog steeds van uh, een paar keer reizen weer voor premium. Dat, dat wil ik heel erg graag. Um, nee, nee, best... nee. Dus wat dat betreft zijn er genoeg ideeën. Maar ik moet wel goed in de gaten houden dat het ook doable is. Ja, precies. Zijn er nog dingen die je dan die je wilt doen? Je bent natuurlijk King Tier begonnen. Ja. Uh, zijn er dingen die je nou, ik zou... je wilde altijd je wilde al heel lang een talkshow toch? Ja nee, nou, ik, ik zoek altijd een beetje de, de, de van wat, wat is er nog niet, weet je, wel? van uh, uh, een aantal dingen doen we hebben Nordculture is een voorbeeld van een, een, een niche waar je opduikt en, en dat, dat wordt dan echt een ding. En ik vond bijvoorbeeld wat ik heel erg leuk vind is de echt diepe inhoudelijke gesprekken over, over game gaming in Nederland zie ik eigenlijk nergens, weet je. Ik dacht van nou dat dat wil ik gewoon doen omdat me dat interesseert. En dat is een beetje wat ik zoek als, als degene die het doet, zoals jullie met Nerd Culture het ook echt daadwerkelijk veel interesseert, want Carl stijgt daar ontzettend veel tijd in, jij ook en Jullie straks ook. Dan zie je dat het kwaliteit gaat opleveren. Nou, dat, dat heb ik daarmee. En zo wil ik verder. Het rare is dat bijvoorbeeld als je kijkt naar Brieven Maandag, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ken ik dat nu wel. Ja. Maar het is verreweg het best bekeken item. Ja? Ja, nou, niet verreweg, maar het is het best bekeken item in die stream. Ik bedoel, als wij dat weghalen, dan hebben we zeker drie maanden gezeik. Ja. en dan zetten we iets nieuws op plaats, en de mensen gaan het zeker niet zo leuk vinden. Nee. Het op een of andere manier, en ik ja, snap het, het ook Het is een community ding ook, omdat het heel erg je, je, je ja, het is het ja, community item het. bijna. Ja, mensen doen het wel na, maar het is nooit brief van maandag, weet je. Nee. Het slaat ook omdat we altijd wel met lijpe verhalen komen over het weekend. Ik bedoel, het is de, het is, het is ook wel heel erg wat gamekings is, en dat merk ik ook einde van de week ook zoiets van ja. Het is wel een beetje, eigenlijk is het heel simpel. Ja. Maar, mensen, maar het voor... past heel goed, want het is inderdaad gewoon het bespreken van het game nieuws exact. van de week. Mensen, ja. Het zijn volwassen mensen die uh, 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 gewoon de hele week hard aan het werk zijn, en hebben ze misschien kinderen erbij, een vrouw en een vriendin. Staan min in het leven met weet ik veel, vrienden, dingen doen. Uh, die hebben gewoon niet meer die puberale tijd om elke dag al het nieuws te volgen. Eén keer in de week okay. zet je hem lekker op je, op, je, op je oortjes. En dan ga je lekker luisteren naar wat er deze week gebeurd is. Bam. Ja. Niemand doet het. Uh, het is fucking leuk om naar te horen, want we hebben namelijk ook nog een keer de know-how om erover te praten. Dat snap ik eigenlijk en ook wel discussiëren van Ja. Wat, wat het leuk maakt, vinden wij. Dat is onze filosofie Nee, nee absoluut. Uh, dingen als de tabletoppers vind ik gewoon hartstikke leuk. Het is gewoon weer. Uh, het is geen hardcore Dungeons Dragons stream met nerds die dat al honden. die alleen maar dat doen. Het zijn gewoon vier gasten of Shanna komt nu ook bij een meisje die het gewoon hartstikke leuk vinden met een biertje een keer een table een table ding te spelen weet je en zo zijn er heel veel mensen die zich daarin herkennen ja omdat het allemaal wel eens leuk is om, om gaming is hartstikke leuk maar je, het is voor de doelgroep heel belangrijk maar niet het allerbelangrijkste het nee. is een onderdeel van hun leven geworden die ze van wel willen nerd blijven koesteren. ja en niet per ja. se als in nerd culture maar inderdaad alles wat 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 was nerd tof vinden ja nee precies dus um, en 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 die mix van van dat, die wil ik gewoon heel graag behouden. En dat, dat moet je ook bewaken, want uh, we hebben best wel een hoop uh, sponsoraandacht, uh, maar we doen zeker niet alles gewoon, omdat je loopt ook zo... We hebben maar zeven spotjes per week. Ik bedoel, we, ook qua reviews, mensen van, waarom doe je die niet game, die niet game. Ten eerste, um, we, moeten, we moeten met drie man zo'n game review, of met twee man in ieder geval. Nou, dan moet ik twee codes krijgen, dat lukt al heel vaak niet. En waar moet ik het plaatsen? Ja. Nou ja, je zou dan kunnen zeggen, hoezo? Je kan toch uh, elk uur iets plaatsen. Ja, maar, maar... Ja, dan heb ik toch echt wel geleerd van Kous... dat het algoritmisch gewoon echt volstrekt niet handig is. Nee, nee, in principe het is het. Is... Te bizar voor woorden natuurlijk, maar we ja. zijn geen televisiekanaal. Nee, nee, ja, je zou het bijna zeggen. Misschien zelfs dat dingen als Twitch of, of YouTube, ja, YouTube sowieso natuurlijk, zijn al wat bijna televisiekanalen natuurlijk ja. toch. En, maar in principe denk ik ook, ja, het nieuws is daar misschien een, een, een uitzondering op. Maar stel je hebt. Uh, 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 elke vijf uh, of, 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 keer per dag een aflevering de E-team, ja, dan wordt het op een gegeven moment ook, uh, gaat, het, gaat, het, gaat het minder goed bekeken zijn. Nee, nee. Ja, nou, je, moet, je moet gewoon keuzes maken. En ik vind dat we, juist door die, al die verschillende talkshow-achtige dingen, dat we genoeg over alle games praten. Alleen ja, bepaalde games uh, pakken we eruit. En, en ja, af en toe dan maak ik ook de keuze om dat de wat grotere titels eruit te halen, om dan eenmaal meer mensen daarnaar kijken. Uh, ja. Uiteindelijk is dat voor ons ook uh, uh, belangrijk. Maar ja, compleet zijn kunnen we gewoon uh, nooit. En iedereen die wil heel graag wat, um, alleen niemand, ze willen niet allemaal hetzelfde, waardoor het gewoon ja. De um, kijkers bedoel je? Ja, precies. Mensen, mensen, bedoel, je moet wel letten op je community, maar je moet ze ook niet de keuze voor jou laten bepalen, omdat als je dat doet, je kan nooit iedereen tevreden stellen. Dus dan kun je maar beter je eigen lijn trekken. Ja. In de hoop. Uh, en natuurlijk, op het moment als, als mensen massaal zeggen, dit is kut, of dit werkt niet, of dit ziet er niet uit, of whatever. Dan moet je ingrijpen. Maar over het algemeen. Maar dat is dus grappig. van, Eigenlijk zou je dan zeggen, oké, okay, we gaan nieuwe dingen doen, maar dan moeten er ook oude dingen weg. En die oude dingen, die werken eigenlijk nog gewoon fucking goed. Dus ja, ja dat, dat wil de community ook duidelijk niet. Dus ja, en uh, hetzelfde geldt met streamen. Ik vind het, ik zie mensen, uh, heel veel media, vijf, zes, zeven uur, dat is hartstikke goed voor je views. Maar we ja, twee uur ik bedoel je bereikt de hele tijd een beetje dezelfde mensen die zes uur lang weet je en dan denk van en 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 wij hebben een doelgroep die voor het grootste deel ja wie gaat er dan nog zes uur zitten kijken weet je wel We nou, er zijn wel mensen die dat doen ja maar dat ik vind zie dan, je dan, je dan wel ook dat ik naar echt... kozen, naar 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 skate als zijnde hun eigen kanalen klopt uh, maar wij zijn wat dat betreft toch wel Beter in de wat complexere, grotere, speciale streams. Dus ik, dat is een beetje mijn mening. En, en, nou goed, ik, nou ja, ik... zes, als wij zes of zeven uur zouden streamen, bijvoorbeeld op een dag, dan betekent dat dat er twee of drie andere items niet worden opgenomen. Ook dat. En ik denk niet dat als ik tegen een redacteur zeg: ga je zes, zes uur lang een game zitten spelen. Dat dat nou per se ding gaat. Nou ja, goed. En dan gebruik ik hem ook niet gewoon waar ik hem voor kan gebruiken. Um, ik, en ik wil gewoon niet hetzelfde doen. Ik vind dat echt dat wat Koos doet en skate doet en al die mensen. Dat, dat, dat is een bepaald type streamen. En ik vind ons wat beter in uh, een grote kerststream met verschillende show-elementen en verschillende camera's. Gewoon ook een beetje ja, leuk om te maken. Want een werkker met je aanzetten, ja, dat, dat kan iedereen dan even. To ja. simpel gesteld. Ja, precies. Maar inderdaad, een, 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 een talkshow tafel. Het gebeurt wel, maar uh, weet je, met, met vier mics en wat dan ook eromheen Zeker. en lekker gewoon lullen over ja. van allerlei onderwerpen. Dat zie je niet heel vaak inderdaad. Nee. In ieder geval niet in Nederland. Niet, uh, ja, nee. Even over de, de industrie dan. Dan werken we een beetje naar de games toe. Uh -huh. um, hoe was 2022 als gamejaar? Um, Voor jou? persoonlijk, persoon, Laten we het persoonlijk inderdaad even Persoonlijk, ja, ik vond het echt dramatisch. Uh, het klinkt wel heel erg, um, heel erg heftig. Ik denk dat ik nog, ik heb denk ik niet zo zelden zo weinig gegamed als in 2022. Dat heeft er ook mee te maken natuurlijk, dat ik een woning heb gekocht. Uh, waardoor ik daar best wel nu opeens merk dat mijn, mijn tijd wat anders besteedt. Hoezo? Nou ja, we, ja denk, ik moet er al allerlei dingen verbouwen en dingen aan doen. En uh, het kost wat meer tijd om schoon te maken. En ik zit af en toe in het. Ik heb heel veel in de tuin gezeten in de zomer. Uh, daar geniet ik uh, enorm van. Maar ik. Ja, gaming heeft altijd alles met smaak te maken. En dat zal je straks ook in mijn top 10 zien. Ik bedoel, ik ga niet zeggen dat er geen goede games zijn uitgekomen. Want dat is echt bullshit. Want Skate die had, geloof ik, een top 20 kunnen maken. En. Uh, ik, uh, iemand anders. Die kwam net een top 5. Weet je, ik bedoel. Um, smaken verschillen. ik vind smaak gewoon. Ik vind het essentieel dat, dat het bij GameKings belangrijk is. Ik vind het ook essentieel eigenlijk voor media dat ze dat erkennen. Dat er niet zoiets is als een objectief entertainment reviewer. Want hoe je het ook bent of keert, smaak gaat er altijd bij door, uh, doorcijpelen. En voor mij was er gewoon dit jaar best wel veel dingen die ik tof vond. Stalker vond ik heel erg tof. Starfield had ik heel veel zin in. Is allemaal uitgesteld. En wat er overbleef, um, de Callisto Protocol was niet goed. Uh, ja, goed, dan moet ik moet ik heel diep gaan. Maar heel veel dingen waar FIFA vond ik echt niet oké okay meer. Weet je, daar ben ik nu ook wel klaar mee, gewoon qua de houding van EA erin. Was ook de laatste, toch? Ja, maar goed, gewoon de hele, ja, weet je wel, de, dat wat ik leuk vind, dat doen ze gewoon geen reet meer aan. Alles gaat in in fut waar ze heel veel geld mee verdienen. Um, ja, dus dus, ja, ik. ik en ik heb geen PlayStation 5, <laughs> nee. Omdat ik weiger een bundel te kopen. Ja, dit is gewoon echt een, dat, dat, Daar ben ik wel heel koppig in, weet je. Als ik dan. Is natuurlijk kan ik. Eh, mensen hebben het geld er niet voor. Ja, natuurlijk heb ik het geld er wel voor. Daar, daar gaat het niet om. Um, ik, ik, ik vind het gewoon niet tof dat je een. Uh, dat die winkels, omdat ze weten dat iedereen die shit wil hebben. Dat ze dan zes koptelefoons en. en een wasmachine bij gaan verkopen. Gedwongen, weet je. Ik, ik wil het niet. Um, dus dan, dan koop ik het, ik het ook gewoon niet koppig. Uh, daardoor heb ik uh, God of War en Horizon en Gran Turismo 7 niet kunnen spelen. Wat gewoon hele goede games waren. Ja. Ik had toch ook de, 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 de PlayStation 5 van de redactie. Als ja, maar... ja, hem een half jaar meeneemt. Nou ja, dat is ook flauw. Maar ja, dat had, had ook gekund. Maar je weet net zo goed als ik dat dat niet relaxed is. Ik bedoel, dan moet je opeens gaan spelen. Weet ik wel. heb Horizon zo helemaal uitgespeeld. Ja, uh, precies. Ik ja. ben gewoon op die van de redactie. Nee. Ja, ik denk dat het ook een soort van koppigheid is. Uh, uh, uh. En, en dat, dat vind ik wel in de industrie. We staan echt aan de vooravond van een, van een, een transitie die uh, echt hevig gaat zijn. We gaan echt toe naar um, uh, wat er met muziek en video ook is gebeurd. Dat is, dat is mijn geloof. Uh, een, een totaal andere markt waarbij uh, de mensen die het entertainment maken of verkopen, of, of het nou film, video heb je dat gezien. Je hebt het gezien bij muziek. Uh, die moeten heel anders gaan nadenken over hoe ze dit nu gaan doen. Dus de ouderwetse markt. Bij muziek was dat vroeger de platenuitgever, weet je wel. En bij uh, video waren het grote filmdistributeurs en de videobanden. En, en toen de dvd's. Uh, bij, muziek is, of bij, bij games is dat console en disc. Uh, dat gaat gewoon, gewoon weg. Uh, ja, dat, weg, denk je? Nah, niet, nee, weg. Het gaat gewoon veranderen. Naar, 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 uh, de consument wil gewoon. Goedkoper, goedkoper, goedkoopst en uh, free to play is nu al 80% van de inkomsten in de industrie. Is al free to play, um, dat betekent gewoon uh, dat het servicemodel van Microsoft is dat, is dan nog het minst duur dat dat gewoon als eerste ingevoerd gaat worden en, en dat gaat gewoon gevolgen hebben. Dat gaat gevolgen hebben voor studio's, uh, voor games die gewoon te duur zijn en misschien goedkoper moeten worden gemaakt. Um, ze hengelen wel heel veel geld ermee binnen, dus dat zou je toch ook zeggen dat ze dat geld kunnen uh, uh, distribueren naar de studio's? Ik kan niet in een boek in een boekjes kijken, maar blijkbaar als je kijkt naar wat Playstation doet en, en ze zijn er het grootste slachtoffer van, dan is 80% of 75% van het geld dat ze binnenhalen, komt nu via third party en, en MTs binnen, weet je wel, en market en niet meer via hun eigen games. Als dat allemaal zou wegvallen, die third party, omdat die weet ik allemaal free to play gaan worden en dat soort shit... Um, dan hebben zij wel een probleem. En uh, dat heeft Microsoft ook. En dat hebben zij wat eerder gezien, noodgedwongen. Um, en daar gaat, ja, daar gaat wat gebeuren. Ik bedoel, de retail gaat... Die, die, die fysieke games die gaan ook op een gegeven moment verdwijnen. Ja, ja. De, wat moet de mediamarkt dan gaan doen? Of, of, of Game Mania bijvoorbeeld, weet je wel? Van, um, Special editions. Exact. Events, en dan, community dingen. Dan, dan ga je gewoon weer naar... Uh, is er dan helemaal geen... Is er geen, geen markt meer voor een plaat? Natuurlijk is er wel een markt voor een plaat, ja. maar niet meer zoals de Free record shop vroeger. Dat is voor de lieveling, weet je, die daar gewoon 80 euro voor wil betalen. Voor, nou ja, prima, weet je. En daar valt genoeg geld in te verdienen. Maar dan kan je niet meer een multi-billion dollar uh, uh, corporate op gaan bouwen. Um, dat zijn nu de HBO's, de Spotify's, de Googles. Zo gaat dat in de geschiedenis. Alleen ja, goed, um, dat gaat gevolgen hebben. Ben je, ben je daarom zo'n uh, advocaat voor Game Pass? Zoals heel veel mensen in de, in de comments uh, zeggen. Uh, gezien de, de recente PlayStation versus Xbox. Uh, ja, maar video. dat wil niet zeggen... Ja, me, me, mensen nemen dat natuurlijk altijd heel persoonlijk. Omdat ik... Omdat ik, ja, je, ik ben je bent ben fan, toch? Ben je fan van de Game Pass? Uh, of van Microsoft? Um, of is dat helemaal niet zo? Lijkt dat zo gewoon door de dingen die je zegt? Ik, ik, vind, ik vind Game Pass wel heel vet. Als consument vind ik het een vet product. Omdat... Uh, het principe is gewoon briljant. Ik, uh, Microsoft is er gewoon alleen nog lang niet qua games. weet je. Alsof ze moeten gewoon shit kopen. Ze kopen Bethesda en Activision, Blizzard. Als ik daar eerlijk over ben, vind ik niet chic of zo. Het nee? zou hetzelfde zijn als wij gewoon maar gewoon wat van mediabedrijven opkopen. Het is ja, dus de talpa-manier. Ja. ja, precies. Vind ik Even een cool. streamer opkopen. Maar het is wat anders dan dat ik, dat, dat ik niet uh, inzie dat wat zij doen hun enige mogelijkheid is. En dat ze dat ook nog eens een keer fucking goed doen, omdat ze gewoon bakken veel met geld hebben. Dus uh, zij spelen het spelletje op dit moment gewoon perfect. Door te zeggen van wij zijn er voor de gamer, wij maken het goedkoper voor jullie: meer keuze, meer platformen. Ja, wat kan je daar tegen inbrengen? Ik bedoel, dat, daar ben ik fan van. Van de content die ze brengen, vind ik ze mijlen achterlopen bij PlayStation. Ja. Um, eigenlijk het enige bedrijf wat gewoon stabiel blijft, is Nintendo. Alleen, dat is niet mijn stijl. Maar ik kan wel heel erg genieten van het feit dat zij gewoon al fucking twintig jaar zo'n beetje het, soort, uh, het achterlijke jongetje uit de klas is die gewoon, dat is hip, nou fuck it, ik doe gewoon dit. Oh, dat is hip, nee, ik, ik, ik doe gewoon dit. Wij altijd gewoon doen wat zij willen en nooit meevaren bij wat hip is. En daarmee hebben ze een zo'n stabiele basis neergelegd van mensen die gewoon, nou, ik wil zeggen blind, maar heel veel, zoveel passie hebben voor dat Nintendo product dat ze dat ook blijven doen. En dat is denk ik ook een beetje de, de basis van Gamekings. dat We maken fouten, uh, fucking internet doet het niet. Maar mensen vergeven het omdat ze weten, uh, het komt van een goed hart. Weet je wel. Ze doen dat om, niet om heel veel geld te verdienen, maar omdat ze het leuk vinden om entertainment te maken. Nintendo, het gevoel wat je bij hun krijgt is dat ze het shit maken omdat ze het leuk vinden om te doen. En omdat ze het leuk vinden om mensen blij te maken. Natuurlijk willen ze heel veel geld verdienen. Bij PlayStation en ook bij Xbox heb ik allebei het gevoel. Phil Spencer, snap ik. Herman Huls, geloof ik ook nog wel dat het een gamer is. Maar uiteindelijk is mijn gevoel is altijd van ze willen gewoon zoveel mogelijk fucking euro's aan jou verdienen. Tuurlijk. Prima, maar ga dan. Dan, dan, dan wissel ik jou ook net zo makkelijk in als partij X gewoon. Uh, het is voor mij net zoals het de supermarkt. Oké, oké, okay, okay, dat is de haagslag die ik lekker vind. Oh, fucking hell. Die is echt 40 cent goedkoper. Fuck het neem ik die toch? Ja. En dat weet PlayStation. En die is daar scheid daar in zijn broek voor. Van fucking hell. Ik kan niet op tegen die Game Pass shit. Hoe moet ik dat dan gaan doen straks met mijn games? Wat als Call of Duty weg is, waar blijkbaar ik 80% van mijn inkomsten uithaal, omdat het allemaal die MT's zijn. Uh, uh, uh. Dus je snapt wel waar PlayStation vandaan komt in de lawsuit. Ja, ik had het alleen an anders opgelost. Ik ben niet zo van het miepen, maar ja, het is makkelijk gezegd. Ik, ik ben natuurlijk niet de directeur van zo'n <laughs> bedrijf. Ik zeg maar zo, als wij, als wij zouden merken met z'n allen dat, dat er gewoon partijen zijn die dezelfde kwaliteit op een gegeven moment gaan brengen voor een veel lagere prijs, waardoor we weten dat driekwart van de doelgroep gewoon weg is. Ja. Dan moet je toch gewoon zeggen, hey dude, we hebben twintig fucking brede jaren gehad, misschien moeten we maar allemaal eens wat anders gaan doen. Ja. 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 Dat is natuurlijk niet in de aard van bedrijfsvoering om dat te doen. Maar. Nee, maar, ik, maar het is vechten tegen de bierkaai. Ja. Ja, nee, ik ben het daarmee eens. Dan kan okay, maar... beter weggaan en over tien jaar dan doe je net als de Dolly Dots nog een keer een revival concert. weet je Als je tachtig bent met z'n allen. Ja. <laughs> een theatertoertje, weet je. Nee, nee. Ik, 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 ja, nee. Nee, ik, ik, ik moet ze niet doen. Dat is niet cool. moet ze nee. niet Als je bij de piepshow zit, hè, zit je daar dan als... Want je het zei net inderdaad, ik als consument. Zit je daar als consument of zit je daar als journalist? Of uh, versmelten die rondes? Nee, allebei. Uh, ik, ik vind dat je journalistiek naar moet kijken. Ik, ik vind dat je het een beetje moet duiden. Ik, laat ik het zo zeggen. Uh, het is best wel lastig. Want ik vind niet dat je er. Dat je helemaal neutraal moet zijn. Van ik leg gewoon uit wat er aan de hand is. Dat probeer ik wel. Maar dan wordt het fucking saai, weet je. Dus je moet het aan de ene kant doen. En aan de andere kant moet je er gewoon net als Boris ook af en toe. Rank in neus gewoon inknallen. Dat is ook een beetje de vorm die we hebben. Hè? Ik bedoel, ik, ik, ik bereid het voor en hij knalt er gewoon vol in. Uh, als ze dat niet zouden doen. Maar hij gaat er wel vaak in mee. Ja, nou, hij is vrij overtuigend. Vrij, ja, dat kan ik dat wel is. zeggen. Ja. Uh, uh, af en toe zal hij misschien wat meer tegengas moeten geven. Um, maar hij, ik, ik, ik ken hem gewoon. Dus bij hem heb ik altijd iets van hij zegt dit en dan moet ik het een beetje naar hier verlagen. Ja. En dan heeft hij best wel gelijk. Maar hij zegt het gewoon zo hard. Van uh, ik ga even PlayStation heen pissen. Die, PlayStation is dood. Ze ja. uh, zijn niet dood, maar ze hebben het wel last. Ze zijn een beetje ziek op dit moment, weet je. Um, en mensen begrijpen dat niet. Van, Precies. Van, uiteindelijk is het ook entertainment. Want wat, wat, als we nou allemaal heel neutraal... Ja, nee, daar is geen rol aan. Daar is geen rol aan, nee. En, en juist het feit dat, dat die shit... Al die comments over en weer... That's all, daar doe je het een beetje voor, weet je. Dus het is een beetje steken, een beetje... En dat mensen ook gaan nadenken over... Wat gebeurt er? Moet je blind achter... Moet je blind Playstation fan Moet je blind Xbox fan zijn? Of moet je zien wat er gebeurt? Word je niet gemanipuleerd? Microsoft die opeens... Robin Hood gaat spelen. De. Het is ook gewoon een smerig bedrijf. Ja. Nou ja. wij zijn nu wel voor de gamers. Wij willen jullie veel keuzes geven. Nee, jullie willen heel veel geld aan ons verdienen. Maar. Maakt niet uit, weet je Ik bedoel. Dus een beetje daar doorheen prikken. En, en dat is wel. Ik probeer daar wel wat meer afstand van te nemen. En ik, 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 ik vind het ook wel belangrijk dat je. Meer en meer. Uh, uh, ook de consument. Want ik vind dat het in Nederland te weinig gebeurt. Met name door. En sorry dat ik het zeg maar. Die influencers. Uh, ik merk gewoon te veel omdat al die shit gesponsord is vaak, uh, dat, dat, dat ze niet meer zeggen wat ze zelf denken. Nee, maar dat is dus voor jou belangrijk als zijnde mediamaker en, en journalist. Om, en bij kids um, kom je ermee weg, omdat die zijn die zijn, uh, die adoreren je, omdat je, hadden we vroeger ook een beetje, je komt op tv. Wow, ja, precies. Uh, ik vind gewoon, we staan er midden tussen de community en die gasten, uh, we hebben mensen die genoeg geld verdienen, we hebben mensen die bijna geen geld verdienen. 80 euro voor een game, waar je vervolgens nog uh, waar vervolgens nog allerlei shit behind paywall zit... is gewoon niet cool. Nee. En jij en ik krijgen die shit gratis. Dus dan denk je er niet meer over. Oh, het is best wel leuk. Ja, ik denk, dan dan dat denk dat we daar ja. steeds beter in worden. Of in ieder geval dat ja. we er een beetje meenemen. Nee, absoluut. Ja. Van, uh, uh, dus die vraag wil ik mezelf wel blijven stellen. Ja. Zijn er nog andere dingen die je dit he jaar hebt zien veranderen in de industrie? Maar je denkt van, oh ja, dat is nog wel iets uh, um, wat je zelf interessant vond. Nou ja, steeds meer publishers uh, sluiten gewoon de kantoren. Dus uh, uh, dat vind ik heel erg jammer. <coughs> Waardoor het contact steeds moeilijker wordt. Ja, en dat uh, contact dan loopt dan via extern of buitenlandse PR-bureaus. Ja, oh, dus... ja, ja, nou, ja, Nederlandse PR-bureaus. Maar die dus, oh, ja. die moet ik aan hun iets vragen. Zij moeten het weer aan hun vragen. Dan komt het weer terug. Dat is gewoon niet ideaal. Omdat zij moeten. Zij moeten dan gaan uitleggen wat GameKings is. En dat. dat kan niet aan iemand die in Korea woont, die snapt er echt Ik geen Ik bedoel, het Nederlandse PR-bureau moet ja. inderdaad aan iemand uitleggen waarom er geld naar ons uh, ja, gaat. en, of en vervolgens kraken hier, ga ze, ga ze kut doen over je product, weet je wel. Ik bedoel, uh, uh, dat hele dingetje hebben wij al gehad bij Gamekings toen als tv begonnen. Maar dat waren allemaal Nederlandse bedrijven en op een gegeven moment snapten ze het en kenden ze ja, ons. je zag ze en, elke maand bewijzen van bijna. En dat is nu gewoon heel erg anders. Uh, De industrie was toen ook best wel klein, toch? Toen, toen kenden we echt iedereen. En ja. nu, uh, je zei vandaag, uh, mailde er iemand over een headset of iets dergelijks. Ja, die, die wilde nerdculture. een headset in Nerd Of die konden bespreken. Ja, dat, dat is dan typisch een PR-bureau. Iemand die gewoon, uh, die googelt gewoon gaming Nederland. En er komen dan, weet ik veel, 50 websites en influencers uit. En dan krijg je standaard mailtjes, zonder dat ze verder kijkt wat het in hemelsnaam is. Ja. Uh, ja, nee, dat, dat is de stand van zaken. En um, sowieso budgetten in gaming gaan vreselijk achteruit. Dat wordt steeds, minder. steeds. Ja, het wordt minder en minder. Maar dat zal dat uh. nu tien jaar of, of acht jaar. Ja, omdat het acht, het nu acht, allemaal PR-bureaus zijn, hebben ze gewoon geen mediabudgetten meer. Ook gewoon omdat ze iets hebben van, ja, we Nederlanders, die spreken allemaal Engels, dus die kijken wel Engelse reclame of ja. die gaan wel naar Engelse sites toe. Het is allemaal hardware tegenwoordig. Ja, en hardware is fantastisch, maar hoe ga je een item maken over een laptop of, of dat soort of dingen? Twintig of in verschillende muizen. Ja, nee. Nou ja, goed. Daar hebben we dan de Gearkingsoplossing. oplossing. Nou, dan moet je eerst daar gaan uitleggen dat het geen review is en dat één iemand er gaat lopen hè, op. Spouwen erover. Uh, ja, gaan er gaat, gaat, gaat keihard over dat het een kleine kutmuis is. Nou goed. Uh, ja, dat, dat zijn de problemen die, ik, die je hebt. Maar nogmaals, het, 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 het is doable En dankzij de premium -bazen, uh, kan ik op een gegeven moment ook zeggen, hey, als het niet werkt, dan moeten we het lekker gewoon lekker niet doen. Ja. Zo simpel. Dus dat verandert wel. Uh, ja, het is nog steeds wel een beetje ook de strijd tussen, tussen ons en, en met name door Twitch en Influencer, waar, waar dus kritiek gewoon eigenlijk niet normaal is. Kijk, als ze, als ze hun eigen ding doen, dan kunnen ze zeggen van alles. Maar op het moment als ze games sponsored doen, dan zit daar gewoon geen kritiek meer in. En dat is gewoon echt een probleem. Daar tekenen ze contracten natuurlijk zelfs voor. Ja, daar worden contracten voor getekend. En dat is bij ons nog wel een probleem. En daar zit ik wel een beetje middenin. Ik snap dat als iemand iets sponsert dat je het niet helemaal kan afvakkelen. Maar dan doe ik het liever niet. Uh, maar ze moeten wel, als we dat met z'n drieën doen. En, en mensen hebben bepaalde kritiekpunten. dan moeten ze daarmee kunnen leren leven. anders kan het gewoon niet bij ons. En waarschijnlijk ook omdat er altijd wel iemand bij zit die die kritiek. Uh, 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 nou ja, misschien eventueel... er een ander punt tegen inbrengt. en wat dan ook. Dat is natuurlijk altijd. Nou, dat, ja, dat zou... is, is ook zo. Van, van laatst hadden we bijvoorbeeld een game. Uh, die, 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 ja, die wilde dan heel graag een preview uh, gesponsord hebben. waarvan ik zei, van nou ja, dat kan sowieso niet, want een preview is. Een Mening is dus dat kan je gewoon niet sponsoren, en toen zei ik daarna bij ook al ten tweede: uh, uh, het is een game die niet bekend is, dus je hebt gewoon een vrij hoge kans dat het niet goed is, en ja. op het moment als je dan in een preview dat al laat zien van tevoren, uh, ja, dan alles wat erna komt qua campagne is dan weg, weet je wel. Want dan is het bij onze kijkers die snappen het dan. Kun je het beter op een andere manier doen, bijvoorbeeld door bijvoorbeeld een brieven maandag gesponsord bij GameX. Of gewoon een stream waarin we onszelf kunnen zijn. En dan ja. kom je er wel uit. Ja. Maar dat is voor hun dus eigenlijk heel raar. Want ja, maar ze andere... weten niet meer dan een review of een preview. Nou, of andere bedrijven doen het toch wel. Oh, wil je een positieve preview? Oké, okay, dan ja. doe je dat. Maar je zegt, ja, ik zeg, van ja dat, dat kan dus niet. Daar gaan we zo ontzettend nat op. Ja. Nee, dat is onze authenticiteit. En, en inderdaad, die ja. hebben we altijd gehad. En, en die kunnen we ook blijven doen door uh, bijvoorbeeld. Ja, maar dan loopt uh, iedereen hier weg. Ja. Als ik tegen jou ga zeggen van, nee, je gaat deze game doen, je gaat het tof vinden. Ja, dat, dat is gaat een... niet werken. Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, nee, dat nee, maar dat is... de... nee, nee, maar dat is dus waarom mensen graag bij Gamekings blijven. Omdat je, gewoon, je kan gewoon lekker jezelf zijn. Ja, je hebt er inderdaad een vraag bijgezet gezet aan, aan de, de meer oude, oude garde. Um, waarom blijft dit leuk na, na, na al die jaren? Eh... Uh... Ten eerste vind ik de gamesindustrie heel erg interessant, want het is de voorloop van alle entertainment. Dus er is nog genoeg over enthousiast zijn. En ik word wel, ik moet wel zeggen, ik word wel enthousiast juist van, van de, 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 de jonge garde bij ons die gewoon met allerlei dingen bezig is. Ik hoef het zelf in principe niet altijd meer aan mee te doen. Maar bijvoorbeeld de kerststream, als ik dan hoor van, dan zijn ze met een quiz bezig en iets met muziek en dat soort dingen. Dat vind ik gewoon leuk. Ja. Uh, de feit hoe Yui opeens weer helemaal met Premium Vision bezig is. Dat vind ik tof. Dus uh, als, als, als ik een voedingsbodem kan leggen voor mensen om gewoon toffe dingen te doen. dan. Um, ja, de mogelijkheden die zijn met techniek, al die dingen. Uh, dat vind ik leuk om, om, om mee te maken. En voor mij is het gewoon. ja, de, de vrijheid die wij hier hebben. precies. Ja. is gewoon. ja, is gewoon heerlijk. We kunnen uh, echt doen wat we willen. ja, en ook gewoon je tijd. Uh, op basis van vertrouwen je tijd indelen. een beetje thuiswerken. Uh, uh, elkaar midden in de nacht kunnen bellen als er een probleem is. Ik bedoel, dat, dat heb je gewoon. Ik, bedoel, ik had al lang bij een groot bedrijf kunnen gaan werken, maar dat, dat lijkt me vreselijk. Ja. Dat, uh, nee. Zullen we het over je games gaan hebben? Ja, dat moet ik even bij pakken hoor. Ja, ja ik vond het, het moeilijk kijken. dit jaar man. Wat is je meest gespeelde game? Uh, Call of Duty. Ja. ja, maar dat, ja, weet je, dat, dat is gewoon mijn multiplayer spelletje elke dag een uur. Dus ja. uh, daar ben ik nu level 163 volgens mij. FIFA? Uh, nee. nee, heel weinig gespeeld dit jaar. Zijn er en, er nog, uh, uh, heb je nog gekke, uh, volgens mij heb je, weet ik veel, Wordview. Er zijn er af en ja, ik, toe ik, ik de heb, kleine ik, games waar je af en toe helemaal uh, in zit. Ja, ik heb altijd één mobile game en die heette Spell Tower. En daar ben ik nu nummer 400 van de wereld in. Het is, is een het? Engelstalig woordspelletje. Oké. Okay dus uh, maar het spelen er 600 nee 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 wel echt honderdduizenden dus, maar dan, en hoger dan dat ga ik nooit komen dus dan is het ook meteen klaar voor mij dan wordt het een soort van manische net als Call of Duty. ik wil gewoon stelselmatig op nummer 1 400 2 worden is huh? 400 is fine 400 is voor ja, 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 de Van honderdduizenden Dat mag je trots op zijn dat bedoel ik uh, maar ik vond het best wel moeilijk omdat het was grappig van eerste instantie ging ik dus als een hoofdredacteur restricties opleggen maar ik kreeg zoveel bij, bij het maken van de top 10. Van, het moest ja. dit jaar zijn. Het moet een top 10 zijn. En iedereen... Blablabla. Weet je, dat is dan een game, Is nee, dat ga ik niet doen. Nou, toen had ik zoiets van... Oké, okay, dan kan ik wel heel erg koppig gaan zijn. Maar dat wordt niet leuk. Dus iedereen heeft nu echt... De ene doet een top 5. De andere doet een top 5 gespeeld en niet gespeeld. Die doet dan weer 16.000 uh, oh, mentions. En ik kwam... Ik dacht van, wat ga ik nu doen? En ik vind het belangrijk om... Dat het bij mij om mijn eigen smaak gaat. Dus ik kan... Ik kan echt, mensen zullen zeggen als ze mijn top 10 horen van. Uh, waarom zit Horizon er niet in of waarom zit Grand Turismo er niet in? Dat is een vette game. Ja, dat, dat zal het ongeveer. Ik heb niet gespeeld, weet je? Nee. Dus dan ja, dan telt het ook niet. Je moet, je moet... Ik denk dat ik iedereen... weet echt wel dat het goed gaat zijn. Ik denk dat ik wel gaan me we vermaken. maar ik vind het dan toch van nee, moet ik het dan gewoon niet inzetten? Nee, natuurlijk uh. niet. Als je niet als je niet echt gespeeld hebt of je hebt de... Ik we hebben natuurlijk we reviewen zoveel dingen. Ik heb in principe, in principe ook niet een, een top 10, maar je reviewt zoveel dingen, maar sommige wil je gewoon niet in je in je erenlijstje zetten. Nee, nee, dat is ook zo. Dus uh, en en ik kom bij van uiteindelijk. Ik heb maar, ik heb maar zeven titels kunnen vinden die ik echt iets speciaals vond, en ik moet dan ook nog heel eerlijk zeggen: ik heb niks gespeeld dit jaar. Niks, ik heb wel een nummer 1, um, en dat is dan de enige game die ik niet gespeeld heb, maar daar heb ik zoveel van gezien. en Ik heb wel een heel klein stukje echt 10 echt, echt, oh, minuten gespeeld, waarvan ik zeker weet dat ik hem briljant ga vinden. Uh, ja, die heb je op één staan. En die heb ik op één staan. Ik denk dat, dat, Een dat, game dat, die je niet hebt gespeeld. Nee, maar dat omdat ik niet... gewoon blind weet dat cancel dat gewoon it. wel de beste is. Ja, je cancel het duel. <laughs> ja. Maar ik heb dit jaar gewoon niet iets gespeeld van fucking hell. Als ik over tien jaar terugkijk op 2022, dan die game fucking hell. En, en, het zit er gewoon niet bij. Waren er wel teleurstellingen? ook zat uh, uh, Callisto Protocol vond ik echt echt een grote teleurstelling. Ja, wat kut, die wil ik nog spelen. Ja, 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 ik vind hem wel vet of zo hoor, maar het gameplay is gewoon echt kak. Ja, maar niet het fighting mechanismen. Bedoeld kak. Nee, het is het, het, is gewoon niet goed Je ziet ja. gewoon, ze hebben die goed gevonden aangeregen. Precies. En het is Resident Evil uh, kut, maar dan nog veel kutter. Dus nee, niet niet oké. Okay. Uh, ja, teleurstellingen. Ja, gewoon vooral die alle shit die ik leuk vond die werd gewoon uitgesteld Uitstellen stalker vooral, ja. uh, starfield uh, pff, ja. Er zijn zoveel games die, die die ik had graag had willen spelen die er niet bij zitten uh, dead island voor, lijkt me ook hartstikke leuk was er ook niet ja, maar, als dus, maar, maar alsnog met, met alle dingen die zijn, wel zijn uitgesteld. Dus je vindt dat er daarna een, dat er een, een matig gamejaar. Uh, ja, ja en, en die sportgames hou ik van. Nou, er zit geen FIFA bij. En ik heb dan nog wel NBA. Uh, maar die zitten echt tot strotje vol met die fucking MT's. Waardoor het eigenlijk ook niet meer leuk is. Weet je? Dus, dus uh, ik heb wel een beetje het gevoel dat alles me zo langs een beetje wordt afgenomen. Uh, <laughs> en er is een hele. De, ja, dat, dat, ik, ik ben wel steeds meer met die indie bezig. Maar da, daar moet, moet ik mijn weg nog wel een beetje in vinden. En ik ben er gewoon heel eerlijk in, niet alles heeft. Ik, ik hou gewoon niet van Pixel art. Nee. En daar kom ik gewoon niet in. Nee, maar ja, Klaar. dat kan. Ja. Um, ik begin dus op nummer 7. Uh, de nummers 7 tot en met 2 zijn op willekeurig. Gevolg... Nee, nummers 7 tot en met 3 zijn op willekeurige volgorde. Ja. Uh, op My 7 name. heb ik dan even staan. NBA 2K23. Toch? Ja. Ik Vol dacht. Met microtransactions, maar alsnog iets wat je wilt. Nou ja. Dit is gewoon pijnlijk. Deze game is zo fucking insane goed. Dat ik dat het kan makkelijk zonder die micro. Ja, ze verdienen ze verdienen er minder geld aan. Ik snap ja. het ook wel. Maar en ja, als je dat 80% ah. komt van microtransactions bijna af. Ja, maar dit, dit is gewoon ja. De sfeer, de vibe, alles, alles zit erin. Die spelers die lijken op elkaar. Dit, dit, het blijft nog steeds een fantastische game. Dus vandaar dat ik hem wel in mijn uh, top games heb, uh, heb zitten. Het is uh, ja. Ja, goed, ik, ik kan er heel veel over zeggen. Maar ga het gaat je... toch niet veranderen? Nou ja, en de review is al geweest. En het staat, is, is dat een, dit dan je enige sportsgame? Ja, het is mijn enige sportgame. Ja, FIFA vind ik echt gewoon. Uh, ze veranderen gewoon niks meer. Nee. Dus dan, ja, dan... Maar dit ook niet, toch? Ja, je het, 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 de, de, het, het schieten was dit jaar wat makkelijker. De defense was in ieder geval iets minder moeilijk. Hij heeft in ieder geval iets charmants nog dit. Ja, precies. Uh, ze, ze werken gewoon wel ook aan het publiek en dat soort dingen. Next gen. Uh... De muziek erin. Het, ja, het is fucking briljant. Het is de beste sportgame die er ja. maakt het is. Klaar. Op nummer 6. Uh, niet per se. Nou, wereldschokkend. Briljant. Fantastisch. Ongelooflijk. Maar ik heb hem wel ontzettend mee vermaakt. Dat is. Tiny Tina's Wonderland. Tiny Tina's. Tiny Tina's. Ja. Um, gewoon. Ja, ja. Dit, dit is. Dit had eigenlijk niet in een top 10 moeten horen. <laughs> qua. Het is gewoon een leuke game. Het is gewoon ja. oké. Okay. Het is goed. Het is goed gemaakt. Zit geen fout in. Maar het is niet innovatief. Het is ja. Het is, het is gewoon oké. Okay. Ja, het is niet wereldschokkend. Maar nee. Maar het zit er wel in. Jij hebt er volgens mij ook gespeeld, of nee, niet? deze niet. Nee, deze niet. Nee, ja, gewoon. Ja, ik, ik ga wel goed op Borderlands. Ik, ik eigenlijk heb ik als ik dit zie, het, het hele stijltje. vond ik niet helemaal. Ik ben niet zo van die Tina, Tina en zo. Ik denk van ik wil gewoon weer een nieuwe Borderlands. Ik vind het altijd leuk. Die die, die, die puntjes die zo opborrelen en die wapens allemaal. Uh, ik ga er altijd wel goed op. Dus um, ja, deze okay, game ook. Dus, omdat het inderdaad een franchise is die, die je tof vindt en vaak speelt... Uh, staat deze er ook gewoon automatisch eigenlijk in. Ja, absoluut. Um, op vijf. En uh, dat is dan een beetje mijn indikant. Uh, ik heb nog steeds een twijfel over Scorn. Uh, maar die vond ik uiteindelijk net even te weinig gamey. Maar dat vind ik dan... Ik, ik vond het wel een fascinerend uh, uh, uitprobeersel. Um, ik heb uiteindelijk op 5 track to Yomi neergezet. Um, leuk game. Heb ik echt heel veel uh, met heel veel plezier gespeeld. Uh, speelde ook echt oké okay en goed. En ja, het stijltje, weet je. Ik bedoel, um, is dit indie? Ja. Yeah. ja, ik denk het wel. Ja, Volgens mij zat hij ook in de indie segmenten van de, van de, van de shows okay. en wat dan ook. Dus, ja, nou ja, dit, dit is voor mij zeg maar de indie die aanleunt qua productie value. Uh, tegen de AA-games, weet je wel. Dit, dit, dit is waar Game Pass ook voor een deel naartoe gaat. Gewoon elke maand één of twee van dit soort games. Dat is toch super, tof. Daar kan ik heel erg goed mee leven, inderdaad. Ja. En, uh, ik vond het een uh, prachtige game die volgens mij ook... Ik ben niet in Japan geweest, maar wel heel erg die Japanse sfeer uh, bij mij uh, naar uh, boven. Ik ga, het is ook een studio die zijn beperkingen weet. Want ze hadden dit bijvoorbeeld ook helemaal open wereld... Uh, hoe heet die, oh die game van, uh, van From Software? Nou, Sakura uh, Sekiro kunnen maken, weet je wel. En, en dat hadden ze niet gekund. En ze hebben het gewoon heel simpel gehouden, ja. maar wel mooi. En, en het werkt gewoon goed. En dan vind ik het fantastisch. uurtje of 7, 8 ben je er klaar mee. Ja. Prima. Mij gespeeld. Nummer 4. En dat is een oude game. Uh, maar ja, die deed het nooit. Uh, en die deed het dit jaar weer wel door patches. Dat is Cyberpunk 2077. Ja, dit was pas het eerste. Nou, ik moet zeggen. Vroeger kon je hem natuurlijk ook op de, place, op de PC ja, maar die... al prima spelen. Ja. Maar die had je niet. Dus... Ik heb hem op de Xbox Series X gespeeld. En in één keer zag ik gewoon. <coughs> ik zag de kwaliteit van deze game. Ik zag ook dat met ietsje meer levendigheid in die stad en al dat soort dingen, uh, hadden ze het helemaal tot een, 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 een onvolprezen uh, klassieker kunnen maken. Maar dit, dit is wel topniveau game inmiddels. Uh, maar ja, ik vind gewoon, ja, als je dat, uh, als je eerst zo loopt te kutten en dan pas na een jaar het goed krijgt, vind ik het gewoon niet dat je het verdient om een goatee te zijn. Maar wel nog, ja, gewoon een fantastische game. Ik bedoel, wat, ja, dit is toch gewoon een briljante RPG? Ja. Ja, Zeker. Als, dus, hij, oh. als hij werkt, is hij, is hij heel tof. Is ja. hij heel goed. Dus Ergens is hij inderdaad in di dit jaar pas voor jou goed speelbaar. Dus. Daarom is heb ik hem erbij genomen. Omdat ja, als iedereen toch allemaal over de grensjes heen gaat pissen, dan doe ik dat ook een beetje. <laughs> dus uh, Cyberpunk is heeft in dit jaar voor mijn lijstje gekomen. Dan op drie. Willekeurig volgen allemaal. Een game die ik in veel lijstjes heb uh, zien voorbijkomen. Um, vond ik ook een hele leuke game om te spelen. En dat is een Plague Tale Requiem. Mooie game. Uh, heel veel stealthy. Maar voor mij wonderbaarlijk dat het toch wel werkte. Uh, ik raakte involved met de characters. Ik vond... Uh, uh, ja, hij is kind. Ik vond het kind af en toe wel een beetje te veel zeiken. Maar goede band. Je voelde wat voor ze. En dan ga ik wel hard voor zo'n game. Als ik een band kan opbouwen. En ik wil zo iemand door een avontuur heen sleuren dat vind ik wel tof dat dat heb ik bijvoorbeeld met Horizon wat ik een fantastische games vind ik vind het met met ik heb ik heb niet zoveel met haar met Eloy? nee, nee. En met deze mensen had ik wat meer ik hou van uh, van riddertjes uh, mooi gemaakt uh, een van de mooie games die ik dit jaar gespeeld heb ja ik denk dat uh, stille vermoeden dat deze uh, dat we deze vaker uh, gaan zien in de ja, lijstjes dat denk ik ook uh, ja ik weet het maar uh, goed is dit een, uh, een, 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 een hoe noemen we dat een subtopper nee ik vind dit wel ik vind het wel top 10 van dit jaar. Ja, maar het is natuurlijk van een kleinere studio, weet je, van een kleinere uitgever. Niet, niet van, van de. Dus een beetje de e. Nee? Je vindt het gewoon AAA. Nou, nou, misschien net niet. Maar dit. Uh, ik, soms hebben gewoon, zijn studio's gewoon heel erg goed. En dit, dit is wel zo'n studio die. Uh, ik, ik weet niet of ze nou onderdeel zijn van Xbox of PlayStation, waar ze aan geleerd zijn, of dat ze uh, helemaal uh, eigen willen zijn. Dit is zo'n studio die misschien met een iets groter budget nog wel verder van komen. Maar aan de andere kant laat ze gewoon dit soort games van. Ze, ze doen het wel. Elke twee, drie jaar komt er een nieuwe playthrough. Dus dat, dat, dat tempo, dat vind ik wel. Dat is beter dan elk jaar, weet je ja. wel. Dat, dat, uh, dat vind ik wel tof. En wij, nee, ze, ze maken mooie dingen. Nice. Nummer twee. Nummer 2, uh, ja dat is echt wel mijn nummer 2 uh, en dat is ook wat ik gespeeld dus heb, is toch Call of Duty Modern Warfare 2. Ik, uh, ik vind het een verrassend, uh, um, de, ik speel, laat ik heel eerlijk zijn, Warzone 2.0 speel ik niet, dus het is ook niet Warzone 2.0. Het is echt puur Call of Duty, de singleplayer vond ik oké okay. en de multiplayer team dead match, dat is wat ik speel en ik vind het gewoon fantastisch spelen. Ja, ik, ik, had, ik bedoel, het, de multiplayer. Ik, ik ben nu al heel erg klaar met die maps, maar ik vind het. Het speelt zo ontzettend lekker. Ik kan geen rare spawns vinden. Ik, ik heb geen probleem met snipers of hoekjes waar mensen vastzitten. Ik, ik sloop ze allemaal wel. Uh, Je ja, staat altijd weer één of twee? Ik sta altijd één of twee, ja. Gemiddeld nu al 20, 25 kills per potje. Ik heb mijn yes. wapen helemaal gevonden. Heerlijke game. Dus ik vind. Ik, ja, dat ben ik gewoon. Uh, dat vind ik hartstikke tof dat ze dit goed doen. Uh, en. Uh, uh, fuck everybody die zegt van dat is mainstream ja nou, dan is het maar mainstream mainstream hoeft niet altijd slecht te zijn Ik vond ja, het dus heel niet. tof nou nee, ja absoluut nice en dan op één. ja, um, ja die game die ik niet gespeeld heb maar van ik gewoon blind weet dat die, dat die dat die gewoon helemaal in mijn straatje vast is natuurlijk god of war nou, ja dat dacht ik al maar alsnog uh. eigenlijk zou die dit zou een mansion moeten zijn niet ja. nummer nummer maar ja, dan maak ik er voor jou een, een honorable mansion van ja um, ja, nou nee, goed. Hoezo, weet... je, omdat je die PlayStation 5 nog niet hebt natuurlijk. Nee, exact. Omdat ja. ik gewoon koppig ben daarin. Uh, uh, doe ik dat niet. Um, PlayStation maakt als het gaat over single play. Echt de games die ik naast multiplay gewoon heel erg leuk vind. Hele mooie verhalende avonturen. Die. Nou, deze is dan 30 uur. Dat vind ik al aan de lange kant. Maar goed, oké, okay, whatever. Um, en dan is het klaar. En dan heb je. Dan, dan. Na de eindcredits. Dan zit je zo. En dan denk je. shit. Dat was breed. Ja. En dat is voor mij uh, wat een game is. Ik, uh, open wereld ga ik gewoon... Wat, ik, ik hou bijna niks gewoon constant bij. Op een gegeven moment vervlaagt mij. Ook omdat we zoveel games mogen spelen. Um, ja, die, die werelden, de, de details. Uh, beetje, beetje, beetje... Het is fantasy, maar ook mythologie. Gewoon van, Het heeft wel een soort van bestaan. Um, ja, De gameplay die gewoon werkt... Uh, Karakters die goed zijn uitgebouwd. Uh... Het is gewoon een Ja, dit, dit zijn sublieve games voor mij, ja. inderdaad. En Microsoft moet daar nog echt stappen in maken. Die heeft dit nog niet first-party voor elkaar gekregen. Je kan wel alles kopen. Kan. Heel veel bedrijven hebben zichzelf ook een weg naar de top weten te kopen. Maar het is niet chic. Dus ik hoop dat ze dat nog wel in 2023 gaan, uh, gaan presteren. Ja, dat was hem. Ja. Nice. Bam. Heb je nog een, uh, een bericht voor, uh, uh, of, of, of iets te zeggen over dit jaar of over vorg, volgend jaar? Nee, ik, uh, ik, ik, ik doe wel even een stichtelijke omroep, uh, ongetwijfeld aan Dovermans oor uh, gericht. Maar ik hoop, ik hoop, nu we de pandemie ellende achter de rug hebben, dat we zo langzamerhand weer eventjes allemaal uit die bubbel gaan stappen. De, de bubbel aan de ene kant en de bubbel naar de andere kant. Uh, of het, want alles lijkt nu tegenwoordig zwart-wit, dat we misschien... Denk even, jongens, we wonen met 7 miljard mensen op deze wereld. Allemaal verschillende meningen. Dat, 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 dat we moeten een beetje verdraagzaam zijn met elkaar. Gewoon even weer gewoon alles niet zo zwaar nemen. Um, laat het gewoon weer over de dagelijkse dingen van de wereld hebben. In plaats van die gigantische problematiek die we toch niet allemaal kunnen oplossen in je eentje. Ook niet als je op Facebook gaat zitten. Weet je wel. Um, uiteindelijk, je, 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 je wereldje is gewoon heel klein. En als je daar ruzie mee gaat maken, dan... dan word je, Wordt niemand vrolijker van. Dus ik hoop uh, wat meer verdraagzaamheid. Uh, wat minder social media. Wat meer gezelligheid gewoon. In de kroeg. Op het voetbalveld. Weet ik wel. Man to man. Gewoon. Whatever. Wat er daar gebeurt is prima. Laat ik gewoon een leuke tijd hebben. Leuke tijd van maken met elkaar. Ja. Ik hoop het ook. Thanks. Yo.